ga voor in het Amtsgebed. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik open deze raadsvergadering en heet u allen van harte welkom, ook als u op de publieke tribune zit. En ik hoop dat wij met elkaar een goede vergadering zullen hebben. Ik heb bericht ontvangen van de heer Koster dat hij dit tijdstip 19:30 niet zal kunnen halen, maar later aansluit. En dat zullen wij en mevrouw Bramer zal ook later aansluiten. Dank u wel. En volgens mij is dan iedereen aanwezig. En de heer Engbut van de SGP heeft aangegeven dat hij geen deel zal nemen aan de raadsvergadering vanwege een voordracht in een andere gemeente. Vanuit deze plaats uiteraard ook van harte welkom. En zijn opvolger, de heer Jonker, zal in de volgende raadsvergadering worden beëdigd. Dus vandaar dat niet iemand van de SGP in deze vergadering aanwezig zal zijn. Ik vraag u of u allemaal de presentielijst heeft getekend. Ik zie bijna allemaal, dus goed. U weet de boodschap. Als u de presentielijst niet heeft getekend, dan... Dat zijn er nogal wat, ja. Chef hier. We waren er ook al aangeschreven. Ja. Oké, maar terwijl er een heleboel mensen nog gaan tekenen, vind ik toch wel mijn verantwoordelijkheid om verder te gaan met deze raadsvergadering, want we laten ons niet ophouden door mensen die nog niet getekend hebben. Het is gebruikelijk dat bij agendapunten die de portefeuille van de voorzitter betreffen, dat dan het voorzitterschap overgenomen wordt door de plaatsvervangend voorzitter. En conform de gemeentewet is dat de heer Smelt, want de heer Smelt van de ChristenUnie is Nestor in deze raad. En Nestor in deze raad wil, dat betekent dat hij het langzittende raadslid is en dat hij daarom ook de Nestor van de raad is en dat dan ook de functie van plaatsvervangend voorzitter aan hem toekomt. Of er moet iemand zijn die, nou, deze functie lijkt me zo fantastisch mooi, ik ga er ook voor. Dan moet er nog gestemd worden, maar ik heb begrepen dat iedereen het prima vindt als de heer Smelt, wanneer het aan de orde komt, mijn plaats als voorzitter zal overnemen en dat hij dan ook op deze stoel de zitting zal gaan nemen, want dan ben je echt de voorzitter. Dan kom ik bij agendapunt 2, vaststelling van de agenda. Zoals u is bericht, zijn er een aantal agendapunten die niet eerst in de raadsdebatten aan de orde zijn gesteld vanwege te late toezending naar u. Dat is agendapunt 12, aanbesteding financieel systeem. Agendapunt 13, beleidsnota parkeernormen gemeente Twenterand 2018. En agendapunt 14, facetbestemmingsplan parkeren in Twenterand. Omdat er geen belanghebbenden zijn die hier hebben aangegeven hierover te willen spreken, zullen we dit gewoon ook conform behandelen en is er ook geen ruimte voor een inspraak, anders zouden we daarvoor de mogelijkheid openen. Voor de goede orde meld ik u ook dat de agendapunten 13 en 14 gezamenlijk zullen behandeld worden, maar er zal afzonderlijk over gestemd worden. Dat zal duidelijk zijn, maar de woordvoering zal in één keer gebeuren over agendapunt 13 en 14. Wenst iemand het woord te voeren over de vaststelling van de agenda? De heer Kouder, aan u het woord. Ja, we hebben een nieuw systeem, dus u moet uw kaartje links houden. Nee, links aan deze kant. Links, ja.
sorry, dat gaat allemaal goed komen. Wij willen graag een motie vreemd inbrengen. En dat is een motie uitvesting Stichting Manna. Oké, dank u wel. Deze motie is aan mij overhandigd. Is voldoende ondertekend en dan zal die ook als agendapunt 14a worden toegevoegd aan deze agenda. Kunt u daar allen mee instemmen? Voorzitter, wij willen ook een motie indienen. Motie vreemd het blokje. En die zal ik aan de griffie geven, neem ik aan. Oké, dan wordt ook deze aan mij overhandigd en zal die ingediend worden als 14b. Maar er was nog even overleg om die bij agendapunt, even heel gauw spieken, agendapunt 11 in te dienen, meneer Veldmeijer. Hij zou ook wat mij betreft bij agendapunt 11 ingediend kunnen worden. Ook al maakt hij daar niet helemaal deel van uit, maar ik denk dat het ook goed is om hem daar weer in te dienen. Oké, maar ik dacht, dan kan die wellicht al gekopieerd worden, zo dacht ik. Ja, dank u wel. Dan gaan wij verder. Wens iemand nog stemming over de agenda verder? Dat is niet het geval. Dan wordt de agenda conform het voorstel afgewerkt. Dan ga ik naar het vragenhalfuurtje, zoals het hier in het reglement voor orde staat. En de heer Veldmeijer heeft aangegeven daar gebruik van te willen maken. En ik geef nu eerst het woord aan de heer Smelt als plaatsvervangend voorzitter, omdat dit onderdeel mijn agenda betreft. En ik ga dan ook daar zitten bij het college. Ik zie dat mevrouw Van der Kolk haar plaats heeft ingenomen bij het college. Inmiddels staat de heer Veldmeijer bij de microfoon. En ik wil graag aan de heer Veldmeijer de gelegenheid geven om zijn vragen in te dienen voor het vragenhalfuurtje. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, gisteren en vandaag of vond de uitvoering plaats van het stuk The Armed Man. En die vond plaats in de kerk hier op Steenworp afstand, 200 meter in Vriezenveen. En tijdens die uitvoering doet een imam een oproep aan alle moslims om het Fatja-gebed aan te vangen. En in dit gebed worden de moslims vervloekt en de christenen afgedwaald genoemd. En het zou helemaal geen punt zijn geweest wanneer de islam gemoderniseerd zou zijn. Zeg maar verlicht, zoals het christendom dat ook heeft gekend. Dus dat die oproep die de imam doet in die kerk eigenlijk in de context van 1400 jaar geleden gezien moet worden. Dan was er geen vuiltje aan de lucht. Alleen, de islam is niet gemoderniseerd. En Erdogan, die kent hem niet, zegt dat er maar één interpretatie is van de islam. Er is geen gematigde islam. En in Nederland hebben we met name de grote steden al te maken met de opkomst van het salafisme. En de aanhangers van deze stroming streven naar een kalifaat en ondermijnen wat ons betreft de Nederlandse rechtsstaat. En ik weet, door gesprekken met kinderen, dat ook in Turkland kinderen dit soort teksten uitspreken, opzeggen. Kinderen die hier geboren zijn, die zeggen dit wel eens 5 keer per dag. Joden zijn vervloekt en christenen zijn afgedwaald. Dus het wordt anno 2018 nog steeds gezegd. En die mensen die dat zeggen, die vinden dat ook zo. En door dit toe te staan, dat dit soort teksten worden gebezigd, creëren we juist geen verbinding, maar juist tweedeling. Want de imam had natuurlijk moeten roepen, we leven in Nederland, dat man en vrouw gelijk zijn. Dat wij in Nederland op hetzelfde geslacht mogen vallen. En dat moslims van joden en christenen houden. En dat we dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. En dat trouwen met kinderen in dit land verboden is. Dat is pas verbinden. Maar nu wordt de haat naar christenen en joden wat ons betreft in stand gehouden. Ook bij de jeugd. Vandaar de volgende vragen, voorzitter. Vraag 1. Deelt u de zorgen van de PVV? Vraag 2. Vindt u dat wij te overtrokken reageren? En zo ja, waarom vindt u dat? Vraag 3. Vindt u het normaal dat anno 2018 deze teksten worden gebezigd? Juist omdat ze nog zo van toepassing zijn. 4. Vindt u dat de kerk een geschikte plaats is om deze oproep aan moslims te doen? 5. Heeft u achteraf geen spijt
dat u hier de regie niet heeft opgepakt. Komt dit door onwetendheid of is dat naïviteit? En zou u het de volgende keer, dat is de laatste vraag, anders doen? Dat waren de vragen, voorzitter. Meneer Velderwijn, dank u wel. Ik geef nu de gelegenheid aan mevrouw Van der Kolk om deze vraag te beantwoorden. En ik verzoek u om een plaats in te nemen. Mevrouw Van der Kolk. Dank u wel, voorzitter. Ik wil daar een drietal antwoorden waarbij een aantal vragen door mij samen worden gepakt. De kerk maakt ook in deze haar eigen afwegingen. Dat accepteer en respecteer ik. En dan de vraag, zorgen, ik deel uw zorgen niet. En u gaat over uw eigen opvattingen, ook in deze. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. En volgens het reglement van orde vindt er geen debat plaats. Er mag wel een aanvullende vraag gesteld worden door u, meneer Veldmeijer. En daarvoor geef ik u nu de gelegenheid. Dan zou ik als aanvullende vraag willen stellen, voorzitter. Of het normaal is dat in een kerk dit soort teksten worden gepredigd. Dat Joden vervloekt zijn en christenen afgedwaald. In deze tijd waar... eigenlijk wekelijks worden geconfronteerd met terrorisme. En ik merk in de gesprekken dat juist door dit soort teksten de jeugd opgevoed wordt met het idee dat ongelovigen niet deugen. Dat Joden niet deugen. Dat christenen niet deugen. En dat wordt in stand gehouden op het moment dat er eigenlijk een platform wordt gegeven voor zo'n imam... om zijn volgelingen te gebieden dit soort teksten te bezigen. Ik snap werkelijk niet dat u als burgemeester dit kunt accepteren, dat dit wordt gebezigd. En graag zou ik willen zien, maar goed, u gaat ook over uw antwoorden, dat u hier toch een ander standpunt op inneemt. Mevrouw Van der Kolk, wenst u daar nog op te reageren op deze aanvullende vraag? Zo ja, en dat is het geval... Geef u graag het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, op de aanvullende vraag van de heer Veldmeijer zal ik hetzelfde antwoord geven wat ik al eerder heb gegeven. De kerk maakt hierin haar eigen afweging. Dat zullen ze zeer bewust gedaan hebben en dat accepteer en respecteer ik. En ik wil daar ook niets aan toevoegen. Dank u wel. Volgens het reglement... is het nu de gelegenheid voor u, raadsleden, om aan de vraagsteller, de heer Veldmeijer in dit geval, of aan mevrouw Van der Kolk, degene die de antwoorden heeft gegeven, een vraag te stellen. Ik kijk rond wie van u daar behoefte aan heeft. Dat is niet het geval. En daarmee concludeer ik dat we dit agendapunt vraag een half uurtje kunnen afsluiten en zal hem in plaats van innemen in uw raad en mevrouw Van der Kolk de vergadering weer overnemen. Dank u wel. Dank u wel. Ik moet nog een omissie goedmaken. Wethouder Binnenmars is er vanavond niet vanwege een andere verplichting ergens anders. Dus vandaar dat ook deze wethouder hier vanavond niet is. Dan ga ik verder met... Moet ik even mijn agenda erbij pakken. Ga ik verder met de vaststelling van het verslag van het raadsdebat van 24 april 2018. Er zijn bij mij geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt het ook om het verslag ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand nog stemming? Dat is niet het geval, dan is het al dus besloten. Dan ga ik naar de vaststelling van de besluitenlijst van 27 maart 2018... en van 29 maart 2018, ik doe dat in één keer. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen bij mij binnengekomen. Mijn voorstel is om deze besluitenlijsten ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan zijn deze besluitenlijsten vastgesteld. Dan ga ik naar de lijst ingekomen stukken. Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt? Mijn voorstel is om de conforme de procedurevoorstellen de lijst vast te stellen.
Wil iemand hierover stemming? Dat is niet het geval, dus is ook conform afgesproken. Dan ga ik naar de akkoordagenda. En dat wil zeggen dat u heeft aangegeven tijdens de raadsdebatten dat u hierover geen bespreking in deze raad wilt hebben. En het eerste agendapunt is bestemmingsplan woongebied partiële herziening de Nijverheid. Wil iemand een stemverklaring afleggen? Wil iemand stemming? Dan is dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar het bestemmingsplan buitengebied herziening 2005 partiële herziening Vroomshoopseweg 77 tot 79. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan kijk ik naar, naar de regeling toezichthoudende bevoegdheden, functionaris gegevensbescherming, gemeente Twente-Rand en de regeling toezichthoudende bevoegdheden. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar de bespreekagenda. Dat wil zeggen dat tijdens de raadsdebatten is aangegeven dat u hier over het woord wil voeren tijdens deze raadsvergadering. En het eerste agendapunt is exploitatievorm voor Zonnepark Oosterweilanden. En ik geef de heer Laarman het woord aan u het woord. Ja, sorry. Het is even wennen. Goed, dank u voorzitter. Het klopt dat ik het woord voer. En ik heb ook in het debat het woord gevoerd hierover. En naar aanleiding van het raadsdebat hebben we dus een raadsinfo gehad over de business case. En dat heeft ons meer inzicht gegeven in het exploitatiemodel, de risico's, wat we als gemeente kunnen lopen. En ik wil de organisatie en de wethouder hiervoor bedanken. Want zonder inzicht van de onderliggende cijfers was de GBD-fractie eigenlijk best sceptisch. Want die raadsinfo heeft ons wel over de streep getrokken. Omdat we inzien dat er best een tijdsdruk op zit om het zonnepark op 1 mei 2019 operationeel te krijgen, dan is op dit moment realisering door de gemeente zelf de beste kans van slagen. Het verkrijgen van de 14 miljoen SDE-subsidie geeft de garantie dat we 15 jaar lang 10,7 cent voor onze kilowatt opgewekte stroom krijgen. En het biedt tevens de mogelijkheid om op een later moment toch te kiezen voor scenario 1, het verkopen van de aandelen aan een marktpartij, of te kiezen voor scenario 3, een coöperatie onderbrengen, zodat meer inwoners en bedrijven hieraan kunnen participeren. Dus, en dat vinden wij eigenlijk wel belangrijk. Maar wanneer je dus op een later tijdstip hier wilt voor kiezen, dan moet je dus bij het aangaan van de lening wel rekenschap mee houden dat deze keuzes ook later mogelijk zijn. Dus dat die lening daarop aangepast is. Dus zorg bij het aangaan van de lening dat dit goed beschreven staat uiteraard. Met het realiseren van het zonnepark Oosterweilanden zetten we een flinke stap in het halen van onze duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 als gemeente Twente-Rand volledig energie-neutraal te worden. Door als gemeente zelf te kiezen voor realisering en exploitatie, kunnen we hiermee ook de hoogste opbrengst genereren. Door deze opbrengsten in een duurzaamheidsreserve te stoppen, kan dit als een vliegwiel worden gebruikt om meer duurzaamheidsinitiatieven van Twente-Rand van de grond te krijgen. Dit kan en er moet een positieve uitwerking opleveren, is ons idee. Zorg dat je bij de realisatie van het zonnepark goede en vakkundige mensen en bedrijven aantrekt. En het liefst uit Twente-Rand als ze enigszins aanwezig zijn. Zodat we hier nog 25 jaar plezier van kunnen hebben. Ik ben eigenlijk aan het afronden. Meneer Laarman, even stoppen. Want de heer Reusken wil u een vraag stellen. Maar je moet wel je pasje steeds meenemen. De heer Reusken, aan u het woord. En nu doet hij het. Mooi. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Waarschijnlijk heeft de Raad informatiebijeenkomst u nader informatie gegeven. Op grond daarvan geeft u aan dat u toch gaat voor scenario 2. Wat dat de meeste zekerheid geeft. Vervolgens zegt u, en op een later moment kan er gekozen worden dan wel voor scenario 1 door het verkopen van aandelen, dan wel voor scenario 3 de coöperatie. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar uw voorkeur uitgaat, want u als GBT heeft altijd aangegeven dat u staat voor het betrekken van burgers, groot draagvlak creëren.
Kunt u aangeven welke voorkeur u dan heeft, scenario 1 of scenario 3 in de toekomst? Zeker. Even, we gaan wel alles via de voorzitter doen. Dat is een beetje oefenend, maar de heer Laarman, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Zeker, meneer Reuskes. Dan kiezen wij toch, als het enigszins kan, voor een coöperatie om inwoners meer te betrekken in dit zonnepark. Zodat we dat meer stimulering krijgen in Twenterland. Dus wat dat betreft gaat onze voorkeur uit om eventueel een coöperatie later te vormen. Wanneer we eenmaal de boel aan het draaien hebben. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer heeft ook een vraag aan u. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ik zou mijn collega willen vragen, voorzitter. Hij vertelde zojuist dat dit een flinke stap is in de duurzaamheidsagenda. Bedoelt hij dan die 4,3 miljoen netto winst? Want als je kijkt naar de opbrengst. Het frappant is, voorzitter, tijdens diezelfde bijeenkomst heb ik een vraag gesteld over die bijdrage van die 40.000 zonnepanelen in de totale energiebehoefte in Twenterand. Nou, de beste meneer wist mij geen antwoord te geven. We hebben na de hand erover gesproken, kon hij me ook geen antwoord geven. Hij zou mij mailen over de exacte opbrengst. Ik heb die mail nog niet ontvangen. En wat ons betreft is het rendement van die 40.000 zonnepanelen is maar 1,6% van de elektriciteitsbehoefte in heel Twenterand. Bedoelt u dat met een flinke stap in de goede richting? Meneer Laarman, aan u het woord. Nou, het is maar net hoe groot u de stap vindt. Waarschijnlijk, en ik ben het ook met u eens, dat we er nog lang niet zijn. Maar dit is wel een stap in de richting. Dat klopt. En of het een flinke stap is, een kleine stap. Oké, maar ik ben het met u eens dat er nog meer moet gebeuren. En dat dit wel een druppel op een goede in de plaat is. Maar dat het toch enigszins enige vorm aanneemt. Want ik las dat we gaan nu 60 hectare. En nou, dan ga ik twijfelen, maar iets van 50 hectare moesten wij hebben als wij aan Twenterland zelfvoorzienend moesten zijn. Oké, heeft u een aanvullende vraag? Nee? Ja, u heeft een aanvullende vraag. De heer Veldmeijer aan u. Nou, eerder een constatering, voorzitter, dat het GBT het eerst een flinke stap noemt en nu een druppel op een gloeiende plaat. Dat is winst. De heer Laarman, aan u het woord. Ja, dat kan. U mag het zo bekijken. We komen tot de conclusie van wij willen eigenlijk het college veel succes bieden om de doelstelling tot een energie-neutrale gemeente Twenterand te komen. Dus ook al is het een druppel, het is wel een begin en ik vind het toch een flinke druppel. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Kelder. Aan u het woord. Heer Werk. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, ook tijdens het raadsdebat waren wij sceptisch over het voorstel wat nu voor ligt. De raadsinfo waar wij ook bij gezeten hebben, heeft ons in ieder geval niet overtuigd dat het risico dat wij als gemeente nemen daarin weggenomen wordt. Want wij vinden nog steeds dat wij als gemeente een non-profit organisatie zijn en wij ons aan dit soort bezigheden niet zouden moeten bezigen. Het risico wat ook in het rapport wordt vernoemd, is dusdanig dat wij zeggen dat risico moeten wij niet willen nemen. De doelstelling op zich is prima, maar dan gaan wij voor een ander scenario. Ik kan er een heel verhaal van maken. Maar dat is heel kort ons verhaal. Dank u wel. Dan kijk ik naar het ChristenUnie, de heer Smelt. Aan u het woord. Oh, de heer komt later. Ja? Ja, meneer Laarman heeft nog een vraag. Als meneer Smelt niks doet, moet het helemaal goed gaan daar. Meneer Laarman, u wilde een vraag stellen aan de heer Kelder. Aan u het woord. Ja, u zei dan kiezen wij een ander scenario. Welk scenario gaat de CDA dan kiezen? Dan zouden wij voor scenario 1 kiezen. Omdat je dan het maximale opbrengst hebt zonder het minste risico. Maar dat is onze keuze. Oké, dank u wel. Dan de heer. Het is een beetje wennen steeds om het kaartje mee te nemen, maar we komen er wel met z'n allen. De heer Smelt heeft er bij zich. Aan u het woord, meneer Smelt. Goed, voorzitter. De vorige keer hebben wij in tweede termijn aangegeven dat wij al overtuigd waren van hetgeen het college voorbereid heeft. En ook uitgelegd waarom. Doen we niet opnieuw. Wat wel belangrijk is om te zeggen dat wij daarom ook met nog meer overtuiging, nadat wij de raadsinfo hebben bijgewoond, het verhaal van overmorgen als een keer weer goed op ons hebben laten doordringen, vinden dat het college hiermee, en dat zegt het GBT ook, een goede stap zet. En dat willen wij graag mogelijk maken voor een nog duurzamere gemeente. En misschien worden we ooit wel de duurzaamste gemeente van Nederland.
Laten we zorgen dat we elk initiatief die kan bijdragen om energie te leveren, anders dan fossiele brandstoffen daarvoor te gebruiken, omarmen en die initiatieven ook zo goed mogelijk in de markt en in onze eigen leefomgeving zetten. En daarom is die coöperatie ook van belang, omdat daar aansluitingen mogelijk zijn met onze eigen burgers. En als we kijken dat daar 3500 aansluitingen op te maken zijn, en u kijkt naar de mogelijkheden die dat biedt, dan zijn wij daar een zeer groot voorstander van. ChristenUnie wil overigens wel meegeven aan dit college, en ik hoop dat het portefeuillehouder dan wil doorgeleiden naar een nieuw college, dat zij in de toekomst de meeropbrengst OCB niet per definitie in een duurzaamheidsfonds dient of hoeft te starten. We streven naar om alle initiatieven van onderop meer te stimuleren. En daarvoor willen wij in het toekomstige nieuwe college oproepen om die initiatieven ook de ruimte te geven om die uit te werken. En voorzitter, wij volstaan met een toezegging als de wethouder daartoe bereid is. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. De PVV zal tegen het gehele plan stemmen om 40.000 zonnepanelen te dumpen op 16 hectare. Atelier Overijssel, dat is een onafhankelijke organisatie die werkt aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel. Die heeft onlangs, en u heeft het wellicht kunnen lezen, geconcludeerd dat met de huidige nieuwe energiebronnen wind, zon en biomassa ons hele landschap op de schop gaat. Met andere woorden, geruïneerd wordt. Men noemt de plannen onrealistisch. En dat vindt de PVV ook. Het zijn ruimtevreters. We krijgen straks geheid dezelfde situatie als in Duitsland. Boeren kiezen voor subsidies om energie mee te laten maken in plaats van voor het produceren van voedsel en melk. Een zeer zorgelijke ontwikkeling en zeer onnatuurlijk bovendien. Maar behalve het ruimteaspect, voorzitter, zien we ook niets in de vermelde cijfers. 3500 huishoudens zouden van stroom worden voorzien. En op de dagen dat de zon niet schijnt of 's nachts krijgen de inwoners gewoon grijze stroom. Hoe duurzaam is dit dan? Want er wordt geen elektriciteit opgewekt in accu's. En bovendien lazen we, voorzitter, dat in de stukken dat de 16 hectare goed zou zijn voor 8% van het totale elektriciteitsverbruik in Twenterand. Maar wij gebruiken maar in ons huishouden gemiddeld 20% elektriciteit en voor de rest gebruiken we andere energie, voornamelijk warmte. Met andere woorden, de 16 hectare is goed voor slechts 1,6% van de totale energiebehoefte. En dan nog niet eens helemaal groen, want de zon schijnt niet altijd. Wat ons betreft bespottelijk, het levert dus niets op, terwijl het miljoenen kost. En ten derde, voorzitter, de belastingbetaler ziet zijn energienota exploderen. Het Nibud vreest dat Henk en Ingrid straks 17% van hun vaste last kwijt zijn aan energie voor hun basisbehoefte. Ridicuul wat ons betreft. En Twenterand ondersteunt dit. De PVV doet niet mee aan deze zinloze, onhaalbare zoektocht naar nieuwe energiebronnen en die bovendien mensen op kosten jaagt. Volgend jaar gaat de energiebelasting ook nog eens omhoog met 35%. Ten vierde, energie is big business, een verdienmodel door de subsidies. De gemeente, een non-profit organisatie, wordt een profit organisatie. Geld verdienen over de ruggen van de inwoners. Want die betalen steeds meer belasting om dit soort plannetjes te financieren. En draaien ook op wanneer het straks misgaat. Want in 25 jaar kan er een hele hoop gebeuren. Bijvoorbeeld dat die zonneparken in die 25 jaar afgebroken moeten worden vanwege de innovaties. Vanwege de komst van bijvoorbeeld thorium. De heer Smelt heeft een vraag aan u. De heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, de PVV triggert mij. Met name toen hij instak op het feit dat het boerenlandschap verrommeld werd. Mijn vraag aan de PVV is, weet u dat deze gronden waarop het zonnepark wordt gelegd reeds anders bestemd zijn? En als ik dan meega in hetgeen wat u aan de raad vertelt, wat is dan uw oplossing, wat zou uw oplossing zijn voor invulling op dus reeds bestemde locaties zoals die daar aan de Oosterweilanden reeds ligt? Dank u wel, voorzitter. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, dit is een opmaat naar veel meer natuurlijk. Want wil je die plannen realiseren, nou goed, die zijn onhaalbaar. Met je gezonde verstand kun je dat nagaan. Maar dit is een opmaat naar veel meer hectare. En dat zie je in andere provincies nu ook. Het is gewoon een verdienmodel geweest. De mensen staan in een rij om zonnepanelen
op boerenweilanden te plaatsen of op industrieterreinen, zoals in dit geval. Dus ja, je kunt ervan uitgaan, en dan hebben we de windmolens, de biomassacentrales, dat het hele landschap ook in Overijssel op de schop gaat wanneer we door blijven gaan met deze zoektocht naar nieuwe energie. En wat ons betreft, de economie trekt aan. En wat ons betreft blijven die gronden gewoon beschikbaar voor de industrie. De heer Smelt heeft nog een aanvullende vraag, meneer de heer Smelt. Nee, ik constateer slechts dat de heer Veldmeijer niet bereid is om expliciet antwoord te geven op mijn vraag. Hij wijkt dat uit. Ik vroeg hem specifiek naar Oost-Rijnland. Ik heb niks met de vraagstelling rondom Overijssel te maken. Wij zijn hier voor de gemeente Twenterland aan het werk. Dus dat was wat mij betreft voldoende geweest. En voorzitter, ik heb wat moeite met de wijze waarop hij stellig beweert dat we hier keuzes maken voor de toekomst die hier in uw raad moeten worden besloten. Wij gaan hier over de inpassing van de bestemmingsplannen. En als u zegt, dit is een opmaat voor heel veel meer, dan spreekt u hier de voltallige raad aan. En die constatering doe ik en daar wil ik graag bij laten. Dank u wel. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, geen vraag gehoord, dus ik vervolg, voorzitter. En het mooie is, zonnepanelen, en die discussie loopt nu heel erg, kun je helemaal niet recyclen. Hoezo duurzaam? Maar we plakken er gewoon een etiket duurzaam op. En het volk gelooft ons wel, moet de gedachte zijn. Voorzitter, ik kan nog wel uren vullen over dit onderwerp, maar dat gaan we doen bij Delta FM binnenkort. Maar ik hou het hierbij. Het is tegen dovemans oren gericht. Maar we krijgen gelijk, let maar op. Helaas kunnen dan alle mensen die verantwoordelijk zijn voor deze onzinnige transitie niet meer afgerekend worden op hun dwaze beslissingen. Want tegen die tijd dat geconstateerd wordt dat er een heilloze missie is geweest, zijn ze al van het toneel verdwenen of zelfs van moeder aarde. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kobus. Aan u het woord. Ja, heel goed. Ja, voorzitter. Wij hebben bij de debatten al aangegeven dat het plan, zoals het voorlag van het college, onze steun kon krijgen. Dat was een goed plan. De informatievoorziening heeft ons daar alleen maar in gesterkt. En we zijn blij dat meer fracties nu ook dit standpunt gaan innemen. Dus wij wensen het college veel succes met de uitvoering van dit plan. Dank u wel. Dan de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. In de raadsdebat hebben wij ook al aangegeven dat wij het goed vinden dat de gemeente Twenterand aan de slag gaat met duurzaamheid en in dit geval ook op zoek gaat naar alternatieven voor de energiebronnen die nu langzamerhand aan het opraken zijn. En zonne-energie is er één van. Het raadsinformatiedebat heeft ons nadere informatie gegeven over de onderliggende exploitatie en ook de financiering. En daar waar wij in eerste instantie kritisch waren op het scenario waar wij de gemeente dat zelf zouden doen, zijn wij nu wel van overtuigd geraakt dat misschien wel in de startfase dat een goede zaak zou zijn. Maar we willen absoluut de coöperatie niet uit het oog verliezen. En ik zou dan ook aan de wethouder willen vragen of ze aan kan geven of op termijn bij dit zonnepark of wellicht nog andere te ontwikkelen zonneparken serieus wordt nagedacht over coöperaties, waarbij je burgerbetrokkenheid, maar ook bedrijven kunt betrekken bij het ontwikkelen van zoektochten naar alternatieven voor in de duurzaamheid en in dit betreft zonne-energie. En wellicht dat ook wellicht na 2 jaar of 3 jaar coöperatie in dit geval in beeld zou kunnen komen. Dus daar zou ik graag antwoord op willen hebben. Want zelf ondernemer zijn, dat vragen we ons nog steeds af of je dat überhaupt zou moeten willen als gemeente. Een tweede vraag of opmerking die we eigenlijk willen maken, die heeft te maken met het duurzaamheidsfonds. Het levert behoorlijk wat geld op. En wij vinden dat eigenlijk dat geld direct ten goede zou moeten komen aan het duurzaamheidsfonds. En daar wordt wel wat over in het voorstel gezegd, maar wat ons betreft nog niet expliciet genoeg van wat gaat er met die middelen gebeuren. En worden die ook rechtstreeks benut voor de duurzaamheid en de invulling bijvoorbeeld voor de agenda van duurzaamheid in Twenterand. Daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan heb ik de raad gehad. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw wethouder van Appema om in te gaan op een aantal gestelde vragen. Wethouder, aan u het woord die namens het college zal reageren. Ja, het werkt. Voorzitter, dank. Dank ook raadsleden voor uw instemming. Voor uw waardering voor de raadsinfo. Wij realiseren ons inderdaad dat met name
wat ik in de raadsinfo ook al zei, dat met name de onderbouwing van de keuze ook een nadere uitleg vraagt en ook een nadere onderbouwing van het businessmodel. Dus goed om te horen dat u dat gewaardeerd hebt. Er zijn een aantal dingen gezegd waar ik nog even op in wil gaan. Verschillende fracties hebben ook aangegeven van dat ze belang hechten aan het duurzaamheidsfonds. Het college vindt dat ook belangrijk. En het college heeft daar op dit moment nog geen invulling voor. Dat kan ook nog niet, gezien de staat waarin wij ons nu bevinden met dit voorstel. Dus wij horen ook graag van u, en uiteindelijk bent u als raad daarin ook aan zet, wat u daarin ook zou willen aanbrengen richting het college. Want uiteindelijk bent u als raad, als raadsleden, daar ook zelf voor aan zet. Maar goed om te horen dat u het college daarin steunt om dat duurzaamheidsfonds met de opbrengsten van het zonnepark te gaan optuigen. De heer Smelt, u hebt een vraag gesteld. Die is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb hier staan de meeropbrengsten van het OZB niet direct in het duurzaamheidsfonds. Dus mijn vraag is of u dat nog even zou willen toelichten. Ik wil best ergens een toezegging over doen, maar dan moet ik wel weten wat precies de achtergrond van uw vraag is. En de heer Veldmeijer, u zegt inderdaad ook een aantal dingen, ook een aantal wat het college betreft behartenswaardige dingen. U geeft ook aan dat u zich ook zorgen maakt over de enorme groei aan initiatieven voor zonneparken, ook op met name landbouwgrond. In de Staten van Overijssel is daar denk ik ook terecht al de aandacht voor gevraagd. Ik wil u toch even meegeven dat dat voor dit specifieke zonnepark niet aan de orde is. Het gaat ook niet om landbouwgrond. Het gaat wel om grond die op dit moment een landbouwgebruik heeft. Maar het is en het blijft bedrijventerrein. En u geeft ook aan dat u vindt dat die grond ook beschikbaar moet blijven voor het bedrijventerrein. Nou, dat deelt het college volledig met u. Dat is ook wat wij voortdurend ook richting de provincie ook blijven aangeven. Wij hechten eraan dat deze grond die wij tijdelijk beschikbaar stellen voor een zonnepark, dat dat bedrijventerrein blijft. Want dit is tenslotte wel onze A-locatie ook aan de N36. Dus dank voor uw ondersteuning daarvoor. En ik wil u toch even aangeven dat de vorige raad heeft het beleidskader duurzame energie vastgesteld, waarin wij ook een max hebben aan de zonnepanelen op grondlocaties. En die max die zit rond de 25 hectare. Dus dat betekent dat als dit park gerealiseerd is en het park De Vlierbelten tussen Den Ham en Vromshoop, en dan is er nog een derde initiatief, dat we dan eigenlijk al op onze max zitten. En ik denk ook, voorzitter, dat wij ook echt werk moeten maken van het dakoppervlak wat in de gemeente Twenterand beschikbaar is voor zonnepanelen. Dus wat mij betreft moeten we daar echt vaart mee maken. De heer Veldmeijer heeft een vraag aan u. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou aan de gedeputeerde willen vragen hoe hard zijn... Het is een wethouder. Of wethouder, excuus. Dat zal wellicht nog wel vaker gebeuren. Maar goed, hoe hard zijn die cijfers? Want u wordt de nieuwe wethouder in de coalitie, als dat gaat lukken, die besprekingen. Hoe hard zijn die cijfers die u net noemde, dat van... Wanneer die zonneparken zijn gerealiseerd, komt er niets meer bij. Hoe hard is dat? En ten tweede vraag die ik aan de wethouder zou willen stellen, voorzitter, is weet u zeker dat die zonnepanelen straks milieuvriendelijk kunnen worden afgebroken na 25 jaar? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank.
beleidsafspraken die wij maken en die deze raad ook accordeert, zijn zo hard als deze raad dat zelf ook wil, zeg maar. Dus elk besluit wat weer door een ander besluit wordt vervangen, daar zit het ongeveer, zeg maar. Dus op dit moment zijn ze voor het college hard. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken. En uw tweede vraag, weet u zeker dat de zonnepanelen na 25 jaar gerecycled kunnen worden? Nee, dat weet ik niet. Maar u hebt zelf ook al aangegeven van er wordt behoorlijk geïnnoveerd, ook in de duurzame energie. Ik weet dat u als PVV heel veel waarde hecht aan thorium als innovatie, maar ook... voor andere vormen van duurzame energie gaat het natuurlijk ongelooflijk hard. Ik verwacht dat daar zeker een oplossing, een goede oplossing voor gevonden gaat worden. Dank u wel, wethouder. We vervolgen uw betoog. Voorzitter, één vraag nog van de heer Reusken. Wordt er serieus nagedacht over een coöperatiemodel? Zeer zeker. Dat is voor ons ook nog even uitzoeken wat daar een goede manier voor is. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen op dit moment, ook rond de postcode roos. Dus dat heeft zeker onze aandacht van het college om dit verder te gaan ontwikkelen. En ook gehoord uw overwegingen van deze raad, denk ik dat we daar zeker heel serieus naar gaan kijken. Voorzitter, dat was behoudens de vraag van de heer Smelt, waar ik op dit moment niet iets op kan toezeggen, omdat de vraag niet helemaal helder is, maar die zal ik ongetwijfeld nog horen. Als u even wacht, dan komt de heer Smelt naar de interruptiemicrofoon. Dan zal hij proberen de vraag te verhelderen, zodat u er ook op in kunt gaan namens het college. De heer Smelt. Het feit dat dit gebeurt bewijst natuurlijk dat we superduaal met elkaar werken op dit moment. Dus in dit geval hebben wij ambtelijk informatie gekregen. We hebben ons nader verdiept in wat gebeurt er nu met de inkomsten. En ik heb het met u gehad, althans mijn vraagstelling, die probeer ik te omsluiten rondom de meeropbrengst OZB. Als in het stuk staat ook het vliegwieleffect in duurzaamheid. En ik heb u proberen te vragen dat wij niet al die meeropbrengst per definitie in het duurzaamheidsfonds storten. Maar als er initiatieven onderaf komen om die op die manier daarmee... En dan met name duurzaamheidsinitiatieven te willen aanjagen, nieuw vliegwiel en nieuwe initiatieven daarmee ook te kunnen waarderen. Ik hoop dat daarmee mijn onderbouwing voldoende is, mevrouw. Wethouder, aan u het woord. Zeker. Zeker, dus wij zullen uw overweging daarin zeker meenemen. En ook dank voor uw ondersteuning, ook richting dat duurzaamheidsfonds. Want ik denk dat heel goed is dat deze raad en het college dat ook voortvarend gaat oppakken. En daar waar u de opbrengsten en de besteding van de OZB, ja, dat is een bevoegdheid van uzelf als raad. Dus daar mag u vast nog wel vaker wat over roepen. Voorzitter, dank. De heer Smelt heeft nog een aanvullende vraag, zeker opmerking. Ik concludeer dat... Mijn vraag om mee te nemen naar het nieuwe college, want dat was mijn vraag ook al geënt, en het niet als een absolute waarde te verankeren, alleen maar het duurzaamheidsfonds, dat voldoende door dit college meegenomen wordt, het nieuwe college. Dus dat vind ik prima. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de tweede termijn van de raad. Ik kijk even rond of de heer Lamer nog aanvult, de heer Kouder, de heer Smelt nog aanvullend tweede termijn. Veldmeijer, de heer Kobus, de heer Reusken. Dan concludeer dat er geen behoefte is aan een tweede termijn van de raad. Dan ga ik over tot stemming. Ik vraag eerst of iemand nog een stemverklaring wil afleggen. Wil iemand stemming? Ik denk het wel. Want ik heb gehoord dat een aantal iets anders stemmen als unaniem. Laat ik het zo maar zeggen. Wie is voor dit voorstel? Dat is dan de GBT. Dat is... Partij voor de Arbeid GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie. Wie is tegen dit voorstel? Dat is het CDA en dat is de PVV. Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik naar het volgende agendapunt. Dat is het bestemmingsplan Schoolstraat 12, 13 en 14 Vroomshoop. Daar heeft het CDA aangegeven met een amendement te komen. Die geef ik dan ook als eerste het woord, de heer Kerkdijk, aan u het woord. Want ik doe dat omdat dan ook andere fracties de inbreng van uit het CDA kunnen meenemen. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Laat ik vooropstellen, ook naar aanleiding van het debat van drie weken terug, dat wij geen bezwaren hebben tegen de nu voorgestelde aanpassing van de milieucategorie. Van categorie 2 naar categorie 3.1, 3.2. Het past bij de bedrijfsvoering van het nu gevestigde bedrijf. Het past bij de uiteindelijke inrichting van het terrein. Als we kijken naar de opvattingen van de omwonenden, is ons toch wel een wisselend beeld nu zo langzamerhand boven gekomen. We hebben een brief gekregen van een vijftal omwonenden die zich positief uitspreken ten opzichte van het gevestigde bedrijf Heijn Heun Sloopwerken BV en de uitwerking in het bestemmingsplan. Maar de CDA-fractie is ook benaderd door een aantal aanwonenden, vier in totaal, die zeer teleurgesteld zijn in de aantasting van hun woonomgeving. Men meldt toch wel dat het nu wijzigen van de relatieve rust naar het wonen en recreëren naast een bloeiend en fors uitbreidend bedrijf in de natte en droge sloopwerken en asbestsanering, dat het toch wel een hele bijzondere ervaring is. We weten ook dat enkelen al in een eerder stadium ervoor gekozen hebben daar de nodige juridische stappen op te ondernemen. En het is zeker denkbaar dat hier uiteindelijk een gang naar de Raad van State uit volgt. Dat is jammer, maar ik denk dat het een goed recht van de burger is wanneer hij of zij vindt dat zijn of haar rechten zijn aangetast om daar juridisch een toets op uit te laten voeren. De mensen die ons benaderd hebben, hebben ook aangegeven toch wel een gebrek aan vertrouwen te hebben in de handhaving. We hebben ze in de gesprekken gewezen op het team handhaving van de gemeente, wat ingeroepen kan worden. Maar men geeft aan in het verleden dat regelmatig gedaan te hebben en dat toch teleurstellende ervaringen in opgedaan te hebben. En in dat verband hebben we ook gezegd, nou, wees dan zo scherp dat als je een excess tegenkomt, neem het op met je mobiele telefoon, meld het daarmee, onderbouwt en wel richting de gemeente en geeft het niet het gewenste effect, laat het ons ook horen. Uiteindelijk ben je als volksvertegenwoordiger ook om dit soort signalen, als men ontevreden is over de benadering die de gemeente ervoor kiest, dit soort signalen op te pakken en te kijken wat wij ermee kunnen doen. Uiteindelijk willen wij ook proberen in een amendement wat opvattingen van aanwonenden te vertalen in een aanpassing van wat voorschriften in het bestemmingsplan. We hebben daarvoor een amendement samengesteld. Ik zal met uw welnemen even heel kort het dictum aangeven en voorlezen. Juridisch wordt genoemd het bestemmingsplan, inclusief identificatienummers, etc. En wij stellen voor een wijziging door te voeren op een drietal punten. Wat ons betreft zou de maximum bouwhoogte van de erfafscheiding tussen Schoolstraat 14 en 15 op de verbeelding van het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden van 3 meter hoogte naar 2 meter hoogte. Het is een betonnen afscheiding die voor een deel al illegaal aanwezig is. En ter hoogte van Schoolstraat 14 en 15 zou die nieuw opgetrokken worden. Ja, en ik kan me voorstellen wanneer je in je tuin zit en je mag in de toekomst kijken tegen een hoge betonnen muur van 3 meter hoogte, probleem. Dan het tweede punt, het bouwvlak op de verbeelding voor de nog te realiseren loods in fase 2, voor de kopgevel van die loods, zodanig aan te passen dat de voorste rooilijn gelijk loopt met de voorste rooilijn die gehanteerd is voor de al aanwezige loods fase 1. En als laatste, en dat heeft te maken met artikel 3, met name de tekst toe te voegen in 3.3.7. Op de verbeelding aangegeven de gebieden, ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijf uitgesloten, liggende streep rijden met rupsmateriaal en opslagcontainers, en specifieke vorm van bedrijf uitgesloten, gebruik als toegangsweg, zijn tijdens de nachtelijke uren tussen 2300 uur en 7 uur 's ochtends geen verkeersbewegingen toegestaan. Het is letterlijk verwoord in een juridische vorm zodanig dat het ingepast kan worden in het bestemmingsplan. Wij hebben dit amendement in de voorbereiding toegezonden aan de collega's. Ik weet van een aantal collega's hoe ze erin zitten, van een aantal collega's ook niet. De enige handtekening die er tot nu toe onder staat is die van het CDA. Dus ik zou graag deze termijn ook van de collega's willen weten op welke manier zij dit amendement gaan benaderen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik ga ervan uit dat die voldoende ondertekend is, het amendement. Dan zal het aan de griffieren worden overhandigd. Dan krijgt het een nummer en zal dit amendement deel uitmaken van de besprekingen over dit onderwerp. Dan geef ik als tweede de heer Veldmeijer het woord, want die heeft een motie. Het was een beetje, is het motie vreemd, motie hier. Maar ik denk dat het goed is dat hij hem hier indient en dan zal er ook vanuit het college een reactie komen. Omdat het hier wel mee raakt. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Ja, die heb ik al.
Ik word er steeds behendiger in, voorzitter. Maar je moet wel wachten totdat het welkom weg is, hè? Goed, voorzitter. Wij hebben onlangs een bezoek gebracht aan het blokje en het woonwijkje bij Heinheun, u allen wel bekend. En ondanks de aanwezigheid van dit bedrijf is dit wel een leuke plek om te wonen. Althans, dat hoorden wij van de bewoners. Want er is voldoende groen en het heeft nog wat landelijks. En ik heb gesproken met een aantal bewoners die al 30 jaar met veel plezier wonen en met René Rijtenbach. En de broer van René Rijtenbach woont niet in Twenterand, maar is wel verknocht aan Twenterand omdat hij hier zijn jeugd heeft doorgebracht. Hij heeft een gehandicapte zoon en hij wil op een stukje weiland, zo'n 750 vierkante meter, wil hij een aangepaste woning bouwen. Alleen het probleem is, het blokje is verpauperd. In het wijkje staat een vervallen schuur, is een wildgroei van groen en begint het een beetje op een dumpplek van auto's en houten pallets te lijken. Dit tot ergernis van de bewoners. En zolang dit niet aangepakt wordt, kan de broer van René Rijtenbach hier niet de voorbereidingen treffen om hier te wonen. Want dan zit hij tegen die rotsen aan te kijken en dat wil niemand. Kortom, er moet wat gebeuren, voorzitter. En wij hebben allemaal de mond vol, politiek bedoel ik dan, landelijk, lokaal, provinciaal, van burgerparticipatie. Van nieuw bestuur met een centrale plek voor de burger. Het moet van onderop komen. En tijdens de verkiezingen hebben we het ook nog eens heel veel gehad over het aanpakken van verpaupering. Voor de PVV was dat een van de speerpunten. En met deze motie, vreemd voorzitter, willen we eigenlijk dat het college de regierol oppakt en alle betrokkenen is uitnodigen voor een constructief gesprek. Voor een overleg. En tijdens het overleg zal het doel zijn om alle partijen de gelegenheid te geven, hun mening te geven, ideeën te spuien en mogelijkheden aan te geven. Want ik kan me voorstellen dat de ene portemonnee niet de andere portemonnee is. Maar het uiteindelijke doel is het opschonen van het blokje. En met opschonen bedoelen we ook eigenlijk kijken of er sprake is van bodemverontreiniging. Want die zorgen zijn er. En mocht dit overleg met het college op niets uitlopen, om welke reden dan ook, dan valt wat ons betreft het college niets te verwijten. Dan zullen er ongetwijfeld andere krachten optreden. En wij zien namelijk, voorzitter, graag een betrokken gemeente die er is voor haar inwoners. En met het uitvoeren van deze motie vreemd, zien wij in ieder geval de goede intentie van de gemeente, van het college. Dat was het, voorzitter. Oké, dan dient u die motie nu in en dan wordt u ook, maakt u deel uit van de besprekingen bij dit onderwerp, want u heeft er wel een zijlings mee te maken. Dus vandaar dat in het presidium toch aangegeven is van dien hem op dit moment in. Hij wordt rondgedeeld, zegt de griffier. Dus dan maakt hij ook deel uit van de beraadslagingen. Ik kijk even naar. Ik begin maar bij de heer Reusken, of u het woord wil. Dan wachten we even tot u het amendement en de motie heeft. Dan wachten we eventjes totdat alles keurig rondgedeeld is. De motie krijgt als nummer A7 en het amendement A7 en de motie M8. Misschien is het goed om even ook aan de heer Reusken dan te geven. Dan kan de heer Reusken beginnen met zijn inhoudelijke bijdrage. Ja. De heer Reusken, ik geef aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Tijdens de raadsdebatten hebben we hier al uitvoerig met elkaar over gesproken en ook van gedachten gewisseld. En ook dat heeft bij de Partij van de Arbeid GroenLinks niet geleid tot andere inzichten. En wij denken dat er nu een voorstel ligt van het college waarin recht wordt gedaan aan alle belanghebbenden. Ook gezien de zienswijzen die in de afgelopen jaren zijn ingediend, zijn daar heel veel zienswijzen voor een groot deel aan tegemoet gekomen. En we denken dat met het voorstel wat nu ligt echt tot een afronding komt van een langdurig proces, waarbij wij denken van dat het goed is dat dit nu ook afgerond wordt. En dat is ook de reden waarom, en daarom zo hou ik het ook kort, dat wij zowel het amendement niet zullen steunen van het CDA als ook de motie vreemd het blokje, omdat ten aanzien van die motie wij denken
dat daar waar het gaat om een individuele vraag van een burger rondom verpaupering, er ook andere wegen zijn om dat aan de orde te stellen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Kobus. Oh, sorry, de heer Veldmeijer. Ik had u gemist. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou mijn collega willen vragen. Hij heeft het over een individuele aanvraag, maar dat is niet zo. Het zijn die mensen die, in het blokje wonen. En dat zijn in ieder geval vier. Dus het gaat niet om een individuele aanvraag. Denk je, daar staat ook niet steeds weer dat kaartje. Kunnen jullie alleen maar uitstoken. De heer Reus, nogmaals. Dank u wel, voorzitter. Ook ik ben daar geweest. Ik heb ook de situatie aangeschouwd. Ook ik heb in ieder geval met één bewoner daarover gesproken. En die had een ander verhaal dan wat u mij verteld heeft. En tegelijkertijd waar het mij om gaat is van, ik heb de situatie daar ook gezien. Ik vind het ook niet prachtig eruit zien. Ja, er ligt rotzooi rondom die schuur. Maar volgens mij zijn er andere wegen dan via deze motie om dat aan de orde te stellen en te zorgen dat daar wel een leefbare situatie ontstaat. En volgens mij is daar deze motie niet voor nodig. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Nog een aanvullende vraag. U kunt alleen de knop van aan- en uitzoomen in te drukken. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik zou mijn collega willen vragen welk verhaal hij dan heeft gehoord. Wilt u dat met ons delen? Ik heb met een van de inwoners gesproken waar het CDA ook al, bewoners gesproken, waar het CDA ook al over sprak, over de termijn van de brief waarin zij zeggen van zorg nou deze zaak afgewikkeld wordt. Wij vinden dat er een goed voorstel ligt en de betrokkenen die ik gesproken heb, die recht tegenover het blokje woont dan met naar alle tevredenheid. En op het moment dat daar wel wat aan orde is, neemt hij contact op met de eigenaar en wordt het vaak direct ook opgeruimd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Reusken, de heer Kobus, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, dit is een complex plan wat voorligt, waar we ook in de debatten al uitvoerig over gesproken hebben. Daar heeft de VVD aangegeven in principe akkoord te zullen gaan met het voorgestelde plan. Echter kwamen bij de debatten al wel wat twijfels, omdat er toch wat insprekingen waren van mensen en ons wat signalen bereikten, waardoor misschien het compromis niet helemaal bereikt was. Dus we hebben de stukken nog eens goed bestudeerd. Echter zijn we niet tot andere conclusies gekomen. We denken dat dit een goed compromisvoorstel is en wij zullen dit plan dan ook steunen. Ik begrijp dat het niet voor iedereen plezierig is, maar een compromis, in een compromis kun je niet alle eisen van iedereen voldoen. En zo geldt het ook in dit plan. Maar ik denk wel dat dit plan, zoals het nu ligt, een heel goed voorstel is om mee door te gaan. Daarmee kom ik gelijk op het amendement van het CDA, die toch een paar aanpassingen wil. Die hebben we bestudeerd. Maar als je dat doet, dan heeft dat weer een aantal andere consequenties. Dus wij zijn er eigenlijk niet voor om het plan hier nu weer te gaan veranderen. Wat betreft de motie van de PVV, daarvan vinden wij eigenlijk dat dit een in goed overleg met buren overleg je zulke dingen met elkaar en moet daar vast een oplossing komen. Nu de situatie in dit hele gebied echter zo is dat de buren toch wel wat problemen met elkaar hebben, kan ik me voorstellen dat het misschien toch goed is om daar enigszins een bemiddelende rol in te spelen. Dus dat die motie zullen we steunen. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Smelt. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het compliment wat wij tijdens de raadsdebatten aan het college hebben gemaakt opnieuw uitgesproken mag worden als het gaat om de inrichting van het gebied rondom een bedrijf, een prachtig bedrijf in onze gemeente Einheuk. Je kunt zeggen wat je wilt van bedrijvigheid in Twenterand, maar die bedrijven die wij in Twenterand hebben en op locaties waarvan je zegt van moeten ze daar eigenlijk zitten, moeten ze daar eigenlijk blijven zitten en de contacten die het college daarmee heeft gehad in de langdurige weg die hier bewandeld is om tot een oplossing te komen, verdient, zoals ChristenUnie-fractie daarbij op zich, van naar het college toe, een zekere compliment. Waarom? Omdat wij aan de ene kant propaganderen dat we bedrijven die goed zijn voor de Twenterandse samenleving en de werkgelegenheid graag in onze gemeente willen houden. En aan de andere kant dat we een inpassen in gebieden waar dat mogelijk is. Ik denk als we kijken en kritisch kijken naar dit stuk, dat het best links en rechts op consensusgebied wat aantekeningen te maken zijn, en dat is ook helemaal heel normaal. Dat vinden wij ook zeker geen probleem om dat hier te zeggen dat het zo is. Maar wij vinden het echt
een heel goed voorstel wat het college hier doet met die bedrijven op deze plek. En daar hebben wij tijdens het raadsdebat ook ingebracht. We hebben tegen het CDA gezegd, naar aanleiding van het amendement, dat wij eerst de beantwoording van het college willen afwachten aangaande de insteek die het CDA kiest voor het amendement. En dat zullen wij ook nu doen. We wachten de beantwoording van het college af, inhoudelijk op het amendement. En dan zullen wij ons standpunt met u delen in uw raad. Dus op voorhand, dat heb ik ook aan de heer Kerdijk gemeld, vind ik het van belang dat het college eerst reageert. En dan zullen wij kijken of we steun kunnen verlenen en waarom dan. Het andere punt waar de PVV motie vreemd aankondigt bij dit onderwerp. Voorzitter, toen wij deze motie kregen hebben wij ons afgevraagd hoeveel moties gaat de PVV de komende tijd schrijven over situaties die een soortgelijke uitstraling hebben in Twenterand. En ik zal u vertellen, ik kan het bijna zien. Er zijn meer plekken die, als u daar een motie over wilt maken om het college in beweging te krijgen, die we kunnen aanwijzen. Ik zou daarvoor een andere aanpak kiezen. Het advies van mijn fractie is om dit soort dingen niet te regelen met een motie. En dat is ook de reden dat wij terughoudend, zeker afwijzend staan, tegen deze motie, voorzitter. De heer Veldmeijer heeft een vraag, meneer. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, u keek inderdaad datgene wat eigenlijk een uitvloeisel is van het beleid van de afgelopen jaren, namelijk verbouwering. Dus als u beter uw best had gedaan, dan zouden we ook minder van dit soort moties in gaan dienen. Dus dat heeft gewoon met uw eigen beleid te maken. Maar één ding verbaast me heel erg. Ik had het vanmiddag met een aantal collega's over. Ik vertelde dat ik deze motie ging indienen. En al mijn collega's die zeiden, ja, dat is een rol van de gemeente. Er is een bepaalde buurt. Mensen zijn in principe goedwillend. Het is heel lastig om dat door die burgers zelf op te laten lossen. Wat is er nou mis mee als inderdaad de gemeente een soort bemiddelende rol speelt, zodat die opschoning in gang gezet kan worden? En natuurlijk wordt er dan ook wat gevraagd van de burgers. Maar ik zie dat wel degelijk als een taak van de gemeente en zeker in deze tijd. En we moeten een beetje af van het feit dat de burgers het allemaal zelf moeten oplossen. Terwijl de gemeente, vind ik, het zijn inwoners, wij zijn er voor de burgers en de burgers zijn er niet voor ons. En wij zien dus wel degelijk, zeker in deze zaak, een bemiddelende rol voor de gemeente. We hebben het over burgerparticipatie, dan laten we zien dat het menens is. De heer Smelt, aan u het woord. Ja, de heer Veldmeijer introduceert en verwijt mij min of meer of het mijn beleid is, het beleid van de vorige raad, dat het verpaupering is. Nou, ik denk dat ik hier niets nieuws vertel, dat dat nooit de insteek is geweest. In ieder geval van mij persoonlijk, dan wel van de collega's die in het college zaten, dan wel van de coalitiepartijen, om verpaupering te doen ontstaan. Sterker nog, als u een beetje op heeft gelet daar in Zwolle, dan heeft u gezien dat er veelvuldig over gesproken is en dat het ons allen, en daar niemand uitgezonderd, een zeer grote doorn in het oog is dat er in onze gemeente dit soort zaken ontstaan. En wij er alles aan willen doen om dat op een verzoenlijke manier opgelost te krijgen. Let wel, op het moment dat het panden betreffen die in eigendom zijn van particulieren, heb je als gemeente nog niet zo heel veel te doen en is er tijd nodig om naar een bepaalde procedure toe te wandelen. En dat weet u, als het goed is, ook. Dus in die zin wil ik dat graag op deze manier beantwoorden, voorzitter. Wat ik ook even wil aangeven, en dat is met name tijdens de interruptie duidelijk, de heer Veldmeijer die brengt dit in relatie tot burgerparticipatie. Zijn motie vraagt wel degelijk van het college, gaat u de regierol oppakken en gaat u van het huis zorgen dat u een soort van mediation oppakt, mensen bij elkaar brengt en lost het op die manier op. Nou, voorzitter, ik laat het graag aan het college hoe zij deze motie in die zin dan waardeert. Ik ben geen collegelid, ik wil het college graag controleren op haar taak. Daar laat ik het ook graag bij. Wij denken dat deze motie niet de juiste strekking heeft, niet het juiste instrument is met het probleem wat hier voor ligt. Daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik nog naar mijn linkerkant. Wie daar het woord? De heer Elsinga, aan u het woord. Voorzitter, GBT heeft 3 weken geleden tijdens het debat reeds laten weten goed te kunnen leven met dit voorstel. De inspraakreacties, maar vooral de brief van de buurtbewoners, onder meer in en rond het oude havenkortblokje, heeft er voor ons alleen maar versterkt dat we akkoord gaan met dit voorstel. Er is geen heden zonder verleden. Ruim een eeuw geleden, rond 1900, bouwde een grote aannemer in de infrabouw uit Vromsoop dit pand aan de Schoolstraat. Dit was Havenkort. Vanuit sociaal oogpunt en om iets terug te doen voor de gemeenschap,
liet hij later 5 dubbele woningen bouwen voor haar personeel. Nu bekend als het Blokkie. En er wonen vooral katholieken, en ik kan het weten. En die waren maar wat blij met deze geste. Veel later volgden de woningen aan de Schoolstraat. Na Havenkort kwam CTA, oftewel de Boerenbond, voor Farmers en de Heunengroep. Maar het kan verkeren, zo zien we nu. Volgens de insprekers moet het bedrijf nu weg, want zo sluiten ze hun inspraakreacties af. Maar wie was er nu eerder? Het nieuwe plan dat het college nu voorlegt, is langzaam, maar wel zorgvuldig tot stand gekomen, zo kunnen we beoordelen. Er is nu meer duidelijkheid gecreëerd voor iedereen. Zoals een heldere omschrijving van functies en activiteiten. Met andere woorden, wat mag wel en wat mag niet. Grootschalige uitbreiding is niet toegestaan. De overlast van de buren wordt verder ingeperkt door het te vangen hal, die tevens zorgt voor een betere situatie. De veegbrug wordt verplaatst naar het binnenterrein. Dit leidt onder meer tot een aangepaste transportroute, waarbij het zware verkeer langs de noordelijke erfgrens gaat en de inrit langs kantoorpand Schoolstraat 12 en de buren wordt verbeterd. Het gebruik van de inritzijde Tonnendijk voor zwaar verkeer wordt definitief opgeheven. Om eventuele geluidsoverlast verder te beperken, als ook het opwaaien stof naar de omgeving, wordt een blokkenwand aan de Zuidoosthoek afgebouwd. In fase 3 wordt tevens een overkapping aangebracht. En er komt een visuele afscherming aangekleed met beplanting aan de buitenzijde, wat binnen 1,5 jaar moet worden gerealiseerd. De uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot... Ik kijk even naar de heer Kerkdijk, die heeft nu een vraag aan u. Dus de heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk voor 2 minuten terug al de behoefte om te reageren. Maar ik vind de juiststemming van de heer Elzinga wel degelijk op zijn plaats. Er gebeuren een aantal goede dingen. Ik heb ook in onze eerste termijn aangegeven dat er inderdaad ook 5 inwoners zijn die positief reageren op de situatie die nu ontstaat. Maar ik heb ook aangegeven dat er een aantal aanwonenden zijn die hier toch wel problemen mee hebben. En ik heb in het debat voor 3 weken terug al gezegd, ja, als je dit overkomt en je woont naast zo'n bedrijf, dan kan je je levenspad kruisen, om het zo te noemen, maar dan ben je wel teleurgesteld. Het gaat ons er ook niet om de bedrijfsvoering van de firma Heun te doorkruisen. Het gaat ons erom om een oplossing te vinden om ook deze aanwonenden op de een of andere manier tegemoet te treden. En vandaar ons amendement. Ja, en eigenlijk is mijn vraag aan u. U hebt ook in de afgelopen periode eigenlijk aangegeven heel stevig voor de stem van het volk te staan. Vox Populi. Dat heb u met succes gedaan. Heel veel respect daarvoor. Maar mag ik nu aannemen dat u over de inbreng van deze mensen die het negatieve beleven, dat u daar overheen stapt? Hoe kijkt u daar tegenaan? Heer Elzinga, u het woord. Voorzitter, ik heb al de vorige vergadering al gezegd dat er een aantal tegenstanders zijn die moeite hebben met dit plan. En dat houdt je toch. Maar ik heb ook gezegd dat het ergens op houdt. Er zijn 38 zienswijzen ingediend, klachten, laat maar zeggen, die allemaal verwerkt zijn in het plan. En daarom zei ik ook, het houdt ergens op. Maar de rest is gewoon tevreden. En daar hebben wij ook rekening mee te houden. En vooral het bedrijf. En ik heb ook al aangegeven, het bedrijf was er eerder. Kijk, als ik dan vanavond hoor, maar ook een mail heb gekregen van bijvoorbeeld de familie Reitenbach, hè, die eigenlijk heel veel moeite heeft met hun, maar er wel wil gaan wonen. Leg mij dat maar uit. Kerkdijk heeft nog een aanvullende vraag aan u, de heer Kerkdijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik blijf met de vraag zitten. Wij zijn benaderd door een aantal aanwonenden, en u hebt ze ook, neem ik aan, op bezoek gehad. Hoe kijkt u daar tegenaan? Hoe gaat u daarmee om? Zegt u, daar stappen we gewoon overheen, of zegt u, we hebben er toch nog in voor? De heer Elzinga, nu het woord. De heer Elzinga gaat over zijn eigen antwoord. Voorzitter, stappen we overeen heeft daar niets mee te maken. Ik heb vorig jaar al aangegeven wat wij ervan vonden. En ik heb nu net ook aangegeven wat wij van de inspraakreacties vonden. Wij vonden zelfs de inspraakreacties zwak. Het ging over een sloot. Dat zijn gewoon rijdende rechterkwesties. Daar gaan wij helemaal niet over. Waterproblemen met een sloot die omhoog loopt. Ja, wat moeten we daarmee? Daar gaan wij helemaal niet over. En we hebben het bestemmingsplan heel duidelijk gelezen. En daar kom ik in het vervolg op. Alles is onderzocht. En alles is positief beoordeeld. En ik ben geen deskundige. Ik lees het in het rapport. Voorzitter? Ja, een laatste opmerking. Laatste opmerking. Ja, dat lijkt me goed. Ik moet helaas constateren. U het woord. Dank u, voorzitter. Ik moet helaas constateren dat hier een andere GBT staat dan voor 21 maart. En dat vind ik bijzonder jammer. De heer Elzinga, ik geef u het woord. Dank u wel,
Voordat u verder gaat, ja, de heer Veldmeijer, ook een vraag aan u. Ja, voorzitter. Ik heb blijkbaar toch een mailtje gemist van de heer Rijtenbach, waarin hij aangaf moeite te hebben met het bedrijf Hein Heun. En inderdaad, als je daar een huis wilt gaan bouwen, dan kan ik me niet voorstellen dat je problemen hebt met het bedrijf wat daar al gevestigd is. Dus welk mailtje is dat geweest dan? Ja, ik denk dat het goed is om niet deze vragen hier te stellen. Want nee, maar er wordt wel vervelend. Iemand die zich niet kan verdedigen. Nee, er wordt wel iets gezegd over een inwoner. Wel, maar het gaat mij er even om dat we wel proberen op hoofdlijnen en op de inhoud te gaan. Dus u vraagt welk mailtje u gemist heeft. Ik ga kijken of de heer Elsega dat zo uit zijn hoofd weet. En anders hoor u dat later. Heer Elsega, nu het woord. In de mail staat dat er al moeite is met hun. En eigenlijk geeft hij ook in die oplossing al een beetje aan. Maar daar gaat hij dan verder niet op in. Want hij wil gewoon dat er bijgebouwd wordt. Er zijn drie stukken van Rijtenbach. Het voorste aan het kanaal. Dat andere, dat is van Boes dat hij wil kopen. Die volgens mij nog niet te koop staat, maar dat weet ik niet zeker, maar volgens mij niet. En daar een stuk achter hebben ze ook nog een perceel. Dus als je daar graag wil bouwen, dan accepteer je die situatie. Ik heb net uitgelegd, hun en haar voorgangers was er eerder dan de bewoners. En ik heb in een raadsdebat vorige keer ook verteld, als je in het buitengebied gaat wonen en je kiest ervoor om in de buurt van een varkensstal te gaan wonen, moet je niet klagen dat het gaat stinken, want die kans is gewoon groot. De heer heeft de aanvullende vraag aan de heer Elsega en dan gaat de heer Elsega verder met zijn betoog. De heer Veldmeijer aan u. Ja, voorzitter, de heer Elsega is totaal niet op de hoogte van de situatie. Want hij heeft het alleen gehad over het feit dat hij daar een huis wil bouwen, maar dat hij dan pal tegen die vervallen schuur aankijkt. Dat is het enige bezwaar. En de andere bezwaren die u noemt, die zijn totaal niet van toepassing. Heer Elsega, u vervolgt uw betoog. Geef antwoord indien u dat wenst. Ach, voorzitter, we komen in de tweede termijn nog terug op de amendementen en de motie. Dus dan hoort hij nog wel meer. De uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot bodem, water, lucht, geur, geluid, veiligheid, brandveiligheid en een schaduwstudie zijn beoordeeld en er heeft mede geleid tot deze uitwerking van het voorstel. En het resultaat dat leidt tot een goede harmonie tussen wonen en bedrijvigheid. In het raadsdebat bleek dat er vooral privaatrechtelijke vraagstukken lagen, zeg maar rijdende rechten kwesties. En als we ons hiermee gaan bemoeien als raad, dan valt er ook nog wat het een en ander te zeggen over agenda punt 7, op de akkoordagenda. Want ook hier gaat het om eventuele schuttingen, of hoge muren en verlies van privacy. Maar wij kiezen voor het algemeen belang en niet voor het individuele belang. En ook daarom hebben wij daar niet op ingesproken en zijn akkoord met deze situatie. Vandaar de akkoordagenda. Maar ze hebben niet ingesproken. Wacht even, de heer Elsega, de heer Kerkdijk heeft een vraag aan u. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de Elsega typeert de inbreng van de aanwonenden voor volgens mij een derde keer als rijdende rechter problemen. Maar u weet wel dat u het over een wijziging van een bestemmingsplan hebt, een ingrijpende wijziging van een bestemmingsplan, en niet over een zaak van twee huizen naast elkaar met een erfscheiding waar de een zegt hij is 2,5 meter en de ander zegt hij is 2 meter. Het gaat om een erfscheiding van 3 meter hoog, betonnen blokken. U hebt ze gezien, u kent de buurt, ja? Mag ik daar een reactie op? De heer Elsega, aan u het woord. En voorzitter, de heer Kerk twijfelt kennelijk aan mijn kennis. En de vorige keer zei hij hier in de raad van dat ik bezwaar zou maken als ik ook in die positie van de insprekers verkeer. Hoe weet hij dat nou of ik dat zou doen? Misschien was ik wel heel erg tevreden met die situatie. En heb ik zoiets van, de situatie was daarvoor heel slecht. Het respect is niet aan de orde. Wacht even. En dus nu is het ik geef iemand het woord en de heer Elsega was nog niet uitgesproken. De heer Elsega, aan u het woord. Want voorzitter, het is niet de eerste keer dat mij zo'n soort vraag wordt gesteld. He, er werd al eens door de heer Kerk aan mij gesteld wat ik dacht. Nou, de enige die weet wat ik denk, dat ben ik zelf. Dus veronderstellingen, hoe ik zou denken en dat ik bezwaar zou maken, ja, dat kunt u niet uitmaken wat ik denk. En of ik een bezwaar zou maken, dat kunt u niet. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Nou, ik wil het niet over gedachten hebben, ik wil gewoon over een feitelijke situatie hebben. En de feiten liggen er, dus misschien kunt u daarop reageren. Ik heb begrepen dat de heer Elsega in tweede termijn op het amendement en motie zal reageren. De heer Elsega, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Afsluitend, voorzitter, zullen we willen gaan voor het vervolgtraject. Wij vermoeden dat niet zonder slag of stoot zal gaan. Maar houd wel vast aan wat nu voor ligt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk naar de wethouder. Ik heb iedereen gehad, ja. Of de wethouder namens het college wil reageren op de gemaakte opmerkingen, gestelde vragen aan het college.
Ja, uw pasje. Ja, voorzitter, dank. Allereerst dank aan de Raad voor de toch wel hele brede instemming met dit bijzondere bestemmingsplan. Want als er ergens sprake is geweest van maatwerk, dan is dat bij dit bestemmingsplan voor het bedrijf Heun. De Hein Heun Groep die graag haar bedrijfsactiviteiten op de plaats aan de Schoolstraat wil optimaliseren en verduurzamen. En waar we ook de afgelopen maanden bijzonder intensief overleg over gehad hebben. En het college hecht ook zeer aan het bedrijf Hein Heun vanwege de werkgelegenheid die dit bedrijf ook biedt voor onze gemeente Twenterand. Het gaat wel om bijna 100 FTE wat er aan werkgelegenheid is in Vroomshoop. Daar moet je zuinig op zijn. Dat zijn we ook. En dat is ook de reden dat het college hier ook heel zorgvuldig naar heeft gekeken. Van wat zijn de mogelijkheden voor dit bedrijf? Tegelijkertijd heeft het college ook heel zorgvuldig gekeken naar de belangen van de aanwonenden. Want dat de aanwonenden heel dicht op het bedrijf wonen, dat is evident. De heer Kerkdijk die verwijst daar ook meermalen naar in zijn bijdrage. En dat maakt ook dat er heel intensief overleg geweest is over dit bestemmingsplan van beide kanten. Dat maakt ook dat met name het bedrijf Heun behoorlijk wat water in de wijn heeft moeten doen vanuit hun bedrijfsperspectief. Maar wat het college zeer gewaardeerd heeft vanuit het bedrijf dat zij ook gesteld hebben, voor ons is het woon- en leefklimaat van de mensen om ons heen van grote waarde. Het bedrijf hecht er ook aan om in goede harmonie te leven met de mensen die om het bedrijf heen wonen. Waarmee ik niet wil zeggen dat die harmonie altijd gezocht is. Maar ook vanaf deze plaats wil het college, het bedrijf, maar ook de aanwonenden oproepen om samen te kijken of ze de privaatrechtelijke kwesties, zoals de heer Elsinga dat ook zo mooi zegt, of ze dat ook samen kunnen oplossen. En waar een wil is, is een weg. En kunnen mensen ook gezamenlijk best tot goede afspraken komen. He, daar waar aanwonenden bijvoorbeeld wat zeggen van de verlichting die plaatsvindt op het bedrijventerrein, dat zou in afstemming met het bedrijf best het een en het ander voor geregeld kunnen worden. Dus ook vanaf deze plaats toch de oproep, alhoewel de insprekers die bij het raadsdebat er wel waren, er nu niet zijn. Maar ik zie achter mij de heer Heun wel zitten, dus ik ga ervan uit dat ook daar goed naar geluisterd wordt. Voorzitter, er zijn niet zo heel veel vragen gesteld. Het amendement en de motie kom ik zo nog even op terug. Maar wat ik ook al zei, het college is content mee dat deze raad ook ziet dat dit een complex plan is. En dat er inderdaad een langdurig proces is geweest om tot een goede afronding te komen. Dat er ook gezien wordt door de Raad dat het afdoen van de zienswijzes een heel zorgvuldig proces is geweest. En dat het college er ook voor heeft proberen te zorgen dat zowel de belangen van de aanwonenden als de belangen van het bedrijf, dat daar een goede balans in gevonden is. En dat maakt, voorzitter, dat het hier ook gaat om een totaalpakket van maatregelen in het bestemmingsplan en waarvan het college ook vindt, en er zijn ook verschillende raadsleden die daar ook al even de vinger bij gelegd hebben, dat je dat totaalpakket ook zo moet beschouwen. En dat maakt ook dat het college het amendement, zoals dat door het CDA is ingediend, ook zal willen ontraden. Want als u vraagt om de rooilijn te verplaatsen, dan betekent dat wel wat voor de bedrijfsactiviteiten. Terwijl je juist, zoals het nu is voorgesteld, ervoor zorgt dat die verkeersbewegingen waar de aanwonenden met name aan Schoolstraat 15 veel last van hadden, met
Het plan zoals het er nu ligt, zorg je ervoor dat dat verplaatst wordt. De veegbrug is ook al even de aandacht bij geweest. Ook die is verplaatst. En dat maakt dat het met name voor de aanwonenden van Schoolstraat 15 ook een verbetering is van de huidige situatie. Zeg ik daarmee dat, de woonsituatie van Schoolstraat 15 helemaal perfect is? Nee, dat is het niet. Maar het gaat hier wel om een voormalige bedrijfswoning, waarvan de mensen die dit in de tijd gekocht hebben ook wisten dat het een situatie was dat het bedrijf daar aanwezig was en dat het bedrijf daar ook mag zitten. Dus dat betekent dat je altijd daar rekening mee moet houden. En het college vindt ook dat zij een goede balans heeft gevonden in de verschillende belangen daarin. Richting de heer Elsinga, dank voor het stukje geschiedenis wat u voor ons even geschetst hebt. Ik wist dat niet, dat de woningen van het blokje bedrijfswoningen van vroeger waren, maar u schetst daarmee wel een mooi beeld en u geeft daarmee ook aan dat dit bedrijf inderdaad geworteld is in Vroomshoop. En dan wilde ik nu inderdaad ook tot uw motie komen. De heer Veldmeijer heeft eerst denk ik nog een vraag aan u. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik kon net ontdekken dat je er ook boven kunt houden in plaats. Ik zou graag aan de wethouder willen vragen, voorzitter. Want u zei net dat op het moment dat die rooilijnen worden verplaatst, zeg maar, dat het invloed heeft op de activiteiten van het bedrijf. Maar wat bedoelt u daar precies mee? De wethouder, aan u het woord. Zoals het plan nu is voorgesteld, uiteraard willen we ervoor zorgen dat het bedrijf ook zo maximaal mogelijk gebruik kan maken van de ruimte die ze nodig heeft voor haar eigen bedrijfsvoering. Ja, want ze willen uiteindelijk ook gaan voor een optimalisatie van de bedrijfsprocessen. En tegelijkertijd willen we kijken van hoe zorgen we ervoor dat het woon- en leefklimaat van de aanwonenden zo goed mogelijk geborgd wordt. En dat maakt dat het tot dit plan is gekomen. Waar met name het bezwaar in was dat de weegbrug zo dicht mogelijk bij Schoolstraat 15 en de verkeersbewegingen. En door ervoor te zorgen dat die verkeersbewegingen dus verder richting Schoolstraat 13, geloof ik, verplaatst worden. Maar er toch voor zorgen dat het bedrijf voldoende ruimte heeft voor de bedrijfsactiviteiten, zijn we tot dit plan gekomen. Heer Veldmeijer heeft nog een aanvullende vraag nu. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Maar bedoelt u nou dat op het moment dat het wel zo gaat zoals in het amendement beschreven, dat het bedrijf Hein Heun eigenlijk zijn arbeidsproductiviteit minder wordt? Is dat eigenlijk, want ik begreep eigenlijk niet zo goed wat u bedoelde. Het heeft invloed op de activiteiten, maar heeft mij nog niet duidelijk gemaakt wat u daarmee precies bedoelt. Worden ze dan belemmerd in hun activiteiten? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, het gaat in dit geval om ruimte voor de bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf heeft die hal die ook gebouwd wordt ook nodig, zeg maar, om voor het onderhoud van hun grote machines, zeg maar. En de optimalisatie zit er hem ook in dat dat onderdak is, dus dat het afgedekt is, waardoor er ook een stuk minder geluidsoverlast is. Laatste vraag, ja, ik kan het ook niet. Een laatste vraag, aan u het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp het nog niet. U kunt mij blijkbaar niet duidelijk maken of die lood dan zo staat of zo, dat invloed heeft voor de activiteiten van hen. En u heeft mij niet kunnen overtuigen. Goed, de wethouder, aan u het woord. Ja. Voorzitter, dat is dan jammer in die zin. Ik heb geprobeerd om duidelijk te maken dat het er ook om gaat dat het bedrijf ook die ruimte nodig heeft. Er zijn nog een paar punten van het CDA blijven liggen. Over het amendement heb ik al het een en het ander gezegd. U gaf aan, meneer Kerkdijk, dat er bij sommige aanwonenden gebrek aan vertrouwen was in het team handhaving. En u gaf ook aan
richting de aanwonenden dat zij ook klachten die er zijn moeten melden. Ik denk dat dat heel goed is dat u die oproep ook doet aan de aanwonenden, want op het moment dat er klachten liggen, dan kun je dat ook oppakken. U hebt in het stuk ook gelezen dat er zeg maar het afgelopen jaar geen klachten meer geweest zijn. Dus ik denk dat het goed is dat u die oproep ook herhaalt. En ik denk dat het ook goed is, wat u ook aangaf, om het ook te melden als er niet afdoende mee omgegaan zou worden. Dat is ook, denk ik, uw rol als volksvertegenwoordiger om ook dat soort signalen zo nodig op te vangen. Dus het lijkt me goed. De motie van de PVV over het blokje. U gaf aan, meneer Veldmeijer, dat de aanwonenden het een mooie plek vinden om te wonen, zelfs met het bedrijf in de nabijheid. U gaf aan dat er ook vraag is naar een aangepaste woning. Dus ik zou u willen vragen, via u eigenlijk de aanwonenden, laat ik het zo zeggen, om daarvoor contact te zoeken met de gemeente. Er zijn ook verschillende raadsleden, ik geloof dat meneer Reusken dat zei, van er zijn andere wegen dan een motie om dit te doen. De gemeente is een hele open gemeente, een dienstverlenende gemeente ook, dus ik roep de mensen ook op om gewoon contact met ons te zoeken. En daar waar het zou gaan om een verpauperde plek, er zijn ons geen klachten bekend daarvan. Dus ook hiervoor geldt, als je geen klachten hebt, kun je het ook niet oppakken. En daar waar u spreekt over mogelijke bodemverontreiniging, ook daarvan is ons niets bekend. Er zijn geen klachten, maar het is voor zover ik weet, is dit niet bekend bij ons. Dus ook daarvan vraag ik via u ook, als daar signalen zijn, om dat aan te geven richting de gemeente. Dat betekent, voorzitter, dat het college deze motie ook ontraadt. Want de motie vraagt om het college eigenlijk uit te nodigen, om de mensen uit te nodigen. Het college denkt dat het andersom moet. Inwoners van de gemeente Twenterand kunnen bij de gemeente komen. Wij hebben een open deur voor alle initiatieven die er zijn. Dus ik denk niet dat het via een motie moet. Voorzitter, dat was de beantwoording van het college. Tot zover. Dank u wel. Dan ga ik naar de tweede termijn en ik kijk naar de fractie van de heer Kerkdijk. Niet de heer Veldmeijer, omdat ik u als de tweede... Ik heb u overgeslagen. Nee, helemaal. Heb ik u helemaal overgeslagen. Sorry. Nou, dan begin ik nu. Oké, ja, u kunt nog. U weet, ik ben soms heel flexibel en soms, meneer Smelt, mijn excuus. Als ik u, dan had u even aan mijn seintje moeten geven, maar goed. Maar ik zal het goed maken, u mag een hele lange tweede termijn. De heer Kerkdijk, ik moet zelf met iedereen het goed maken hier in de raadzaal. Heer Kerkdijk, u moet uw papier, meenemen. Aan u het woord, meneer Kerkdijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat ze hier wel langzamerhand aftekent dat het amendement wel wat problematisch ligt. Maar ik zou toch graag van de collega's willen weten hoe men er tegenaan kijkt. Om op basis daarvan nog even de strategie uit te zetten hoe hier verder mee om te gaan. Voor wat betreft de beantwoording van het college, ja. Het ontraden van het amendement, waarbij onder andere die erfscheiding van 3 meter hoog gewoon als een gegeven geaccepteerd wordt en door het college in wordt gezet in het bestemmingsplan. Ik vind het bijzonder spijtig. Maar ik begrijp van het college dat er wat het college betreft geen andere weg is. En ik denk dat we dan maar aan de juridische rechtszaak over moeten laten wat hier uitkomt. Tot zover. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja. Het CDA heeft vanmiddag ook wat op de website geplaatst. Dat vond ik een heel sympathiek voorstel. Aan de andere kant heb ik ook het idee dat het bedrijf er zelf ook al heel veel aan heeft gedaan. Dus wat dat betreft sta ik nog een beetje in dubio. En om het bedrijf nu weer te belasten met allerlei maatregelen, ja, dan vind ik in dit stadium toch uiteindelijk iets te ver gaan. Ik vind hem wel sympathiek. Juist omdat u zei 5 burgers zijn tevreden, 4 niet. Het zou mooi zijn als je die 4 erbij kunt betrekken. Alleen,
Ja, ik wil hem nu wel afserveren, maar ik zou wel met u willen kijken of we dat op een bepaalde manier toch anders in kunnen vullen. Dat ook de andere partijen zeggen van nou, daar kunnen we wel mee leven. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan wil de heer Smelt. Ik zou het niet durven. De heer Smelt, aan u het woord. Prima, mevrouw de voorzitter. Geaccepteerd. Dank u wel dat u mij het woord al geeft in het 14 mei. Want ik was nog een antwoord verschuldigd aan meneer Kerdijk, de CDA-fractie. Ik heb gezegd, ik wacht eerst de beantwoording van het college af. He, op voorhand zagen wij wel wat haakjes en eigenlijk heeft het college dat beantwoord op twee manieren. Enerzijds heeft ze in de techniek aangegeven, met name over de rooilijn, hoe het zit en hoe ze tegenaan kijken. En dat heeft ons in die zin overtuigd dat het amendement op dit moment onze steun niet kan krijgen. Wat ik veel mooier vind, is dat de portefeuillehouder een oproep doet aan het bedrijf en ook aan de inwoners. En ik zou ook dat willen omarmen als we kijken of er in gemeenschappelijkheid een oplossing gevonden kan worden. Met name voor een punt dat u hier aangeeft waar wij sterk naar hebben gekeken. En dat is inderdaad de schuttinghoogte. En ik denk dat het amendement daarin verder strekkend is vanwege de rooilijn. Dat vinden wij overtuigingswaardig van de kant van het college. Ik vind ook de oproep van de portefeuillehouder lovenswaardig. En ik denk dat dat nog veel meer kracht heeft als het bedrijf in overleg met de omgeving daar een passende oplossing voor biedt. En ik wil daar mijn steun zeker aan verlenen. En dan zeggen wij helaas nee tegen het amendement. Om moverende redenen. Maar we zeggen ja tegen de oproep. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijkt naar de heer Koopus. Wilt u nog het woord, de heer Reusken? De heer Elsinga, u nog een reactie over het amendement en de motie? Aan u het woord. Dank u, voorzitter. Eerst even over het amendement. Dat gaat over de maximum bouwhoogte. Nou, als je hem dus verlaagt, dan krijg je toename van geluid, stof en dergelijke. Dat staat ook in het bestemmingsplan, hè, dat je, waarom ze dat doen. En dat is nou juist hierom. Het bouwvlak over die rooilijn. Nou, volgens mij is er nooit een rooilijn geweest. Want als je kijkt bij die erfgrens, hè, dat is die grens tussen 669 en 668. Daar is al gebouwd en daar is al ooit een vergunning voor afgegeven. Dus ik snap wel dat het college nu deze lijn gewoon blijft volgen. Dus dan zeggen wij van, nou ja, dan is dat de juiste lijn die nu aangehouden wordt. Dan de consequenties, die worden ook in het verhaal aangegeven wat dat is. Niet alleen voor de aanwonenden, maar ook voor de bedrijven. En als we kijken naar over de nachtelijke uren. Nou, naar mijn informatie ligt er nog steeds een last onder dwangsom. En die is aangehouden voor de bezwarencommissie, zolang hun daaraan houdt. En dit nog niet afgewerkt is, dan mag er gewoon 's nachts niks gebeuren. Nou, als er iets bij een commissie bezwaarschriften is, volgens mij bemoeien wij daar ons als raad dan niet mee, hè, want dan wachten we dat eerst af. En verder wil ik nog wel even wijzen, om een stukje historie nog maar eens een keer te vertellen. We hadden ooit Four Farmers en er werden elke nacht, hè, want 's nachts werden kippen gevangen en die werden gewogen midden in de nacht om 3 uur, 3:30. En dat was toen die buurman, die nu zienswijze heeft gereden, die woonde daar gewoon naast. En de hele buurt had afrijdende bulkwagens met vrachtwagens met kippen. Dat was toen en dat hebben we nu niet. Dus wat dat betreft is ook nu weer een hele verbeterende situatie, voorzitter. En dan over klachten. Klachten moeten inderdaad ingediend worden. Als die er zijn. Maar voor ons is een klacht nog niet dusdanig een vorm heeft dat het gegrond is. Maar dat moet nog blijken. Je kunt wel een klacht indienen, je kunt wel 10 indienen. Als je 10 keer komt en er wordt niet geconstateerd, ja, dan is het wel een klacht, maar dan heeft het geen inhoud. Daarover het amendement. Dan over de motie. Nou ja, een aantal dingen die zijn hier al gezegd. Over de motie, hè, we gaan eigenlijk voor een individueel belang, terwijl het algemeen belang telt. Ik kan me nog een discussie herinneren over nog niet zo lang geleden, over een bedrijf in Friesewind. We hebben ook gezegd dat het algemeen belang telde en daar was iedereen mee eens. Dus dat speelt dan natuurlijk hier dan ook. Dus dat vinden wij belangrijk. Ik heb over dat bouwen aangegeven dat wij dat dus vreemd vinden. Want als je dus daar wil bouwen, kom je weer binnen de invloedssfeer van hun. En die moet al aanpassen, die heeft al teruggegaan, die hebben een zienswijze van hun. Kunnen zien wat ze allemaal hebben laten varen, water bij de wijn, ik heb het vorige keer ook al genoemd, is best wel veel. Nou, en over dit soort gevallen, ik heb al eens een keer in de raad aangehaald, en dat was voor uw tijd, de heer Veldmeijer, bijvoorbeeld de situatie aan de kolenmiet in Noorderweg.
En er is inmiddels ook een keer gehandhaafd, maar als u daar kijkt, nou, dan is dit een lachertje. Maar dit soort dingen gebeuren. Kijk eens bij de Wingerd, hè, de tunnel in Vroomshoop. Ik noem alleen maar 2-3 dingetjes in Vroomshoop-Geerdijk. Het is niet om aan te gluren, maar het is wel heel lastig, omdat je met eigenaarsverhouding zit. En dat geldt precies hetzelfde verhaal eigenlijk als hier. Dat is gewoon heel moeilijk. En als mensen niet met elkaar willen praten, dan is dat gewoon een lastig verhaal. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. En over de personen die het er dan niet mee eens zijn, u noemt 4, zijn het dan 2 huishoudens met 2 personen. Kijk, als ik over die 5 huishoudens praat, dan is het totaal 15 personen. Dus het is net even, hè, waar leg je de grens, hoe leg je het uit. Wij hebben eraan gekeken. Ik vind dat er heel ver over de zienswijze dat daarin is meegegaan door het college 38. De ambtenaren hebben zelf ook nog eens een keer een stuk of 50 aanpassingen gedaan. En daarom zeiden we ook als GBT, ergens houdt het op. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Er zijn geen vragen gesteld aan het college. De heer Kuil de wil schorsen, dat had ik ook al gedacht zelf. Soms denk ik met u mee hoeveel tijd dacht u nodig te hebben. 5 minuten. Dan stel ik voor dat we om ruim 9:15 weer verder gaan op mijn horloge. Ik schors de vergadering. Ik probeer weer om iedereen weer op de plek te krijgen. Schone taak voor je voorzitter volgens mij. Ik ga gewoon zitten. Het CDA was in elk geval op tijd. Dat wil ik wel uitspreken hier. En dan gaan we kijken of wij iedereen weer binnen kunnen krijgen. En ik ga kijken of ik nog wat ondersteuning van de G4 nodig heb om het spul naar binnen te krijgen. En ik word in de steek gelaten door het college. Ik had toch nog 1 wethouder? Ja, de wethouder is er gelukkig ook. En volgens mij heb ik nu iedereen weer binnen die in de raad zit. Dus de raad is weer compleet. Dank u wel voor het weer uw plaats innemen na de schorsing. En ik geef het woord aan het CDA, de heer Kerkdijk, omdat ze een schorsing gevraagd hebben. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Nee, toch wel even graag bij het spreekgestoelte aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is een dilemma, maar wij, uiteindelijk zijn wij de opvatting toegedaan dat we het amendement aan zouden willen houden en niet in stemming willen brengen. We willen de inhoud van het amendement in de komende periode in beeld houden en desgewenst daar op enig moment op terugkomen. Ik zou u dan willen adviseren om het gewoon terug te trekken en op een later moment weer met een amendement te komen. Want een amendement is wel een wijzigingsvoorstel op datgene wat hier ligt. Okay. Dus aanhouden kan niet, want we gaan straks wel stemmen over het voorstel. Dus ik zou... Ja, we zouden de motie... Sorry. Het is een motie, kun je, ik ben altijd wat fel, motie moet ik niet aanhouden. Je moet gewoon het opnieuw op een bepaald moment indienen. En als u iets wil wijzigen, dan zal het ook met een initiatiefvoorstel moeten. Want we gaan straks wel stemmen over het voorstel wat hier ligt. Dus even een advies richting uw kant, uit mijn kant. Nou, dan stel ik voor dat we hem intern aanhouden en hem niet in stemming brengen. U trekt hem terug, hier. Hij maakt geen deel meer uit van de beraadslagingen. Ik ben er even toch heel precies over. Dus het amendement van het CDA is ingetrokken. Het maakt geen deel meer uit van de beraadslagingen. Voor alle duidelijkheid. En we zien later wel waar het CDA een keer weer mee zou kunnen komen. Dan wil de heer Veldmeijer ook het woord aan u. Het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Na rijp beraad hebben wij besloten om de motie ook aan te houden. Ik ga de burgers informeren over hetgeen hier vanavond is gezegd. Maar ik wil hem aanhouden op het moment dat dat geen vruchten afwerpt. U begrijpt dat ik hetzelfde tegen u zeg. U trekt de motie in. Hij maakt geen deel meer uit van de beraadslagingen. We houden hem niet aan. Want er komt, en u kunt in een later stadium kunt u altijd als motie vreemd aan de orde weer indienen. En dan wordt hij toegevoegd als agendapunt. Maar begrijp ik nu goed, voorzitter, dat je überhaupt geen motie aan kunt houden in de gemeente? Oké. Nee, dat zou misschien allemaal wel kunnen en zo, maar voor de duidelijkheid, ik denk dat je gewoon hem terugtrekt en je kunt altijd later de motie weer indienen. Want anders dan gaan we er niet over stemmen, blijft die hangen en u moet dan op een bepaald moment zeggen, ik wil nu de motie als motie vreemd aan de orde toevoegen aan de agenda. Want anders dan hebben we allemaal aangehouden moties en daar hebben we niet over gestemd. Dus ik zou u willen adviseren,
trek terug, maar je kunt altijd weer later een motie vreemd aan de orde brengen, zoals hij ook eigenlijk van plan was. Goed, dan ga ik over tot stemming en vraag ik eerst of iemand een stemverklaring wil afleggen bij dit voorstel. Niet? Dan vraag ik of u wil stemming. Ga ik vragen of iemand stemming wil? Niemand? Nou, dan is het voorstel unaniem aangenomen. Ja, toch? Als niemand stemmen wil, dan is het voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar agendapunt 12, aanbesteding financieel systeem. Ik wil vragen of iemand daarover het woord wil voeren. Als niemand daarover het woord wil voeren, hoeft de heer Smelt niet zijn rol te vervullen. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is het voorstel financieel systeem aangenomen. Dan ga ik naar agendapunt 13, beleidsnota parkeernormen gemeente Twenterand 2018 en het facetbestemmingsplan parkeren Twenterand. Wie kan ik daar als eerste het woord geven? Als niemand het woord wil, kan ook. Goed, sure. Nou, fantastisch. Oké, dan ga ik over. Niemand wil het woord. Dan, dan denk ik dat ik wel weet de uitslag straks, maar die weet maar nooit. Dan ga ik eerst naar de beleidsnota parkeernormen gemeente Twenterand 2018. Om die vast te stellen, wil iemand een stemverklaring? Wil iemand een stemming? Dan is dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar het bestemmingsplan, facetplan parkeren Twenterand. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. En dan ga ik naar de motie vreemd aan de orde. En ik geef het woord aan de heer Kouder van het CDA. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Volgens mij hebben we nu een onderwerp waar we als raad, ik schat in ieder geval, unaniem wel op eens zijn. Het gaat misschien over de bewoordingen die wij gebruikt hebben en de motie. Maar als we kijken naar het verleden en de rol van MANA en het respect vanuit deze raad die daarvoor uitgesproken is, wat ook recentelijk uitvoerig tijdens de verkiezingsdebatten aan de orde zijn geweest, waar brede steun werd uitgesproken voor een vaste vestiging voor MANA, heeft ons in ieder geval toegebracht om het voortouw te nemen om een motie te maken. Toevalligerwijs, en dat is echt toevallig geweest, is net nadat ik dus aangekondigd had dat die motie zou komen, is er ook een brief van MANA geweest. Dat blijkbaar zijn een aantal mensen daar verwarring op, maar dat was echt in die volgorde. MANA doet ontzettend veel goed werk. We hebben het over vrijwilligers. Als er een stichting is die je kan zien waar onze vrijwilligers toe in staat zijn, is het MANA. En ik denk dat die stichting gewoon recht heeft op een goede plek. Nou, ik heb ook begrepen dat dat een onderdeel is van de coalitiebesprekingen, dus dat denk ik past prima vanavond in dit verhaal. Daarom hebben we een motie opgesteld die ingebracht wordt namens de PVV, Partij voor Arbeid, GroenLinks en de VVD. SGP is inmiddels afgevallen, de heer Engels liet ons net voor 5:12 in de steek. Maar goed, hij zei hem vergeven en wij wensen hem in ieder geval veel succes in Holtenbroek. Ik wou eigenlijk bij beperken tot het dictum. Verzoekt het college de mogelijkheden voor het verhuren tegen een redelijke prijs van het CBS de Linde aan de Stichting MANA te onderzoeken en aan de raad aan te geven wat hiervoor de mogelijkheden, inclusief dekkingsvoorstel, zijn. Tevens aan te geven welke andere mogelijkheden aan de stichting kunnen worden aangeboden om voor een redelijke prijs een permanente huisvesting te huren. Zoals gezegd, ingediend namens PVV, VVD en de fractie PvdA weer GroenLinks. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van de heer Paters. Aan u het woord. Voorzitter, ik zou graag 5 minuten schorsen. Dat kan. Ik schors tot 9:55. Krijgt u iets meer tijd, want dat is wat makkelijker op één horloge. 7 minuten schorsen.
Nou, fantastisch. De hele raad is alweer present. En ik zit even te kijken naar het college. Maar de wethouder komt er ook aan. Want het is nu tijd. Mijn complimenten daarvoor. Het college. Ja, het is niet anders. Ik kan er niet meer van maken. De heer Paters heeft om een schorsing gevraagd. De heer Paters, aan u het woord. Ik geef u meteen ook het woord voor uw termijn. Voorzitter, dank u wel. En dank ook voor het indienen van de motie. Want de heer Kuilter heeft in één ding gelijk. Dat wij allemaal graag een permanente huisvesting voor Manna gerealiseerd willen zien. Het stond immers niet voor niets in ons verkiezingsprogramma. En inderdaad, tijdens de verkiezingsdebatten hebben wij dat ook zo uitgesproken. Een tipje van de sluier voor wat de onderhandelingen betreft die wij voeren met de fractie van de ChristenUnie. Dit was zo'n beetje het eerste punt wat op tafel kwam en zal ook landen in het akkoord wat wij bezig zijn met elkaar te sluiten. Wij vinden dat dit snel geregeld moet worden en willen dat ook voortvarend oppakken. De motie, zoals die ingediend is, die beperkt echter wel de mogelijkheden die je biedt. Door met name te wijzen naar CBS De Linde, beperk je de mogelijkheden om te zoeken naar andere mogelijkheden die er volgens ons wel degelijk zijn. En ik zou wat dat betreft aan de indieners van de motie willen vragen, hou hem aan, zou ik bijna zeggen, maar we hebben net van de burgemeester gehoord dat u daar in elk geval geen fan van bent, hoewel het technisch wel kan. Trek hem terug, wacht wat er uitkomt in het coalitieakkoord en wees ervan overtuigd dat wij met u dit snel willen regelen. De heer Kuilter heeft aan u een vraag. De heer Kuilter, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, meneer Paters, juist om dat laatste wat u zei, om het niet te beperken tot de Linde, hebben we gezegd van tevens aan te geven welke andere mogelijkheden de stichting aan te bieden. Dus we hebben het zo breed mogelijk als het maar even kan. Dus je hebt alle kansen om het weg te zetten. En u krijgt, als u de motie gewoon steunt, hebt u volledige steun al nu alvast voor uw coalitieakkoord. Heer Paters, aan u het woord. Nou, ik ben blij met het feit dat de heer Kuilter zegt dat door het steunen van deze motie wij steun hebben voor het hele coalitieakkoord. Want die schrijf ik op. Hè. Dat is de eerste winst van deze avond. Dus dank daarvoor. Maar ik neem aan dat u bedoelt voor wat betreft de huisvesting van de Stichting Manna. Heer Kuilter, aan u het woord. Ik ga ervan uit dat u een dusdanig goed stuk vooraan ons voorlegt dat we ook voor het hele stuk zullen gaan. Maar daar houd ik nog even mijn reserve in. Ja, dank daarvoor in elk geval. Nou, Heer Reusken heeft ook een vraag. Misschien kan het meteen dan. En dan kunt u ook uw betoog vervolgen. De heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde heer Paters zeggen dat wij erop moeten vertrouwen dat dit het eerste punt is geweest wat in het coalitieakkoord en de coalitieonderhandelingen aan orde is. En dat het geregeld wordt. Nou, dat is hartstikke mooi, maar dat gebeurt niet in deze zaal waar we met de raad een besluit te nemen, maar dat gebeurt hiernaast in andere ruimte. Het zou toch hartstikke mooi zijn als we hier in de alle openbaarheid in deze raad met elkaar Manna het signaal afgeven dat wij zorgen dat die huisvesting geregeld wordt. En vervolgens neemt u die motie, die raadsbreed wordt gesteund, mee in een coalitieonderhandeling. Mooier kan het toch niet? Heer Paters, aan u het woord. Ja, het is bijna een ideale wereld, hè, zoals de heer Reusken hem schetst. Maar u weet dat deze motie eerst en vooral spreekt over CBS De Linde. En die beperkende factor die in deze motie zit, die maakt het voor ons lastiger om uitvoering te geven aan wat wij opgeschreven hebben. En dat maakt het ook moeilijk om akkoord te gaan met deze motie. De heer Kuilter, aan u het woord. Nou, ik vind het bijzonder jammer, meneer Paters. U profileert zich als een partij die wil zeggen, we luisteren ook naar de oppositie, ik zag vandaag nog een stukje van u. Nu komt er een motie waar precies datgene is wat u graag wil. U gaat u een beetje shiften over de tekst die daar nu staat. Dan wil ik het anders doen. Dan zeggen we van, dan wil ik het desnoods aanpassen. Maar er staat gewoon in dat u ook naar andere dingen kunt kijken. Dus we geven u in deze motie juist alle vrijheid. Ik vind het jammer dat u die kans die we nu met z'n allen, en ik sluit me daar graag aan bij de collega Reuskens, waarom pakt u nu die raadsbreed steun, pakt u die dan gewoon niet? Dan heb u al een onderwerp in uw coalitieakkoord waar u op dat moment in ieder geval steun van krijgt. Jammer. Heer Paters, aan u het woord.
Ja, ik begrijp, voorzitter, dat de heer Kelder dat jammer vindt. Maar u zult ook begrijpen dat wat wij opgeschreven hebben breder is en meer mogelijkheden biedt dan alleen CBS De Linden. En ook de andere mogelijkheden tegen redelijke prijs permanente huisvesting te huren. Nou, misschien zijn er wel andere mogelijkheden. En ik vraag u niet om de motie te herschrijven, want dat gebeurt al te vaak. Ik vraag u erop te vertrouwen dat de coalitie in wording dit bij de kop gehad heeft en dat wij met u hier snel werk van willen maken. En of het dan in de raadzaal geregeld wordt of op een later moment, want er komt uiteraard een voorstel naar uw raad toe. Dat kun je niet zomaar ineens regelen. Dat vertrouwen vraag ik u. De Kelder, aan u het woord. Om een bekende spreekwoord, vertrouwen is goed, maar controle is beter. Ik vind het gewoon bijzonder jammer dat u de eerste kans die u krijgt om als toekomstige coalitie raadsbreed een voorstel over te nemen, dat u nu op dit soort puntjes af gaat wijzen. Ik vind dat bijzonder jammer. En dat, ik vind dat een verkeerde start. Nou, u mag dat. Nou, ik vind dat, meneer Kelder, voorzitter. De heer Paters, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Meneer Kelder, ik vind dat een beetje flauw dat u dit een verkeerde stap noemt. U mag dat uiteraard doen, want u gaat over uw eigen woorden. Ik heb zojuist en bij herhaling aangegeven dat wij met u van mening zijn dat er permanente huisvesting moet komen. Dat we dit als eerste op tafel gehad hebben en dat de coalitie in wording dit heel snel wil regelen. En dan kunt u het ophangen aan de motie, dat mag. Maar ik geef aan waarom wij op dit moment zeggen van zoals de motie er nu ligt, zo kunnen wij hem niet steunen. En ik vraag u erop te vertrouwen dat dit een plek vindt in het coalitieakkoord en dat wij dit heel snel op zullen pakken en heel snel met een voorstel naar de raad zullen komen op het moment dat wij aan de slag zijn. En ja, dan is het agree to disagree, helaas. De heer Veldmeijer heeft een vraag nu. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Wacht even, u heeft geen... Ja, mijn klomp breekt. De partij die eigenlijk voor een raadsprogramma is, die wijst nu deze motie af, omdat er en ik vind het heel knap hoor, hoe u zich eruit probeert te kletsen. Maar in feite zegt u, er staat een punt verkeerd, daar komt het op neer. Want wat u ook zegt, hoe u probeert onderuit te komen, het is zeer ongeloofwaardig. En voor mij is er maar één ding, motief achter. GBT wil hier zelf mee komen en gunt de oppositie niets. Nou, dat betekent dat we de komende 4 jaar nog een heleboel van dit soort fratsen kunnen verwachten. En als je de vorige coalitie verwijt dat ze niet luisterde naar de burgers, dan luistert u niet naar de oppositie en stelt het raadsprogramma helemaal niets voor wat u eerst wilde. De heer Paters, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik vind het jammer dat de heer Veldmeijer dit soort woorden gebruikt. Maar goed, dat geeft ook wel een inkijkje in zijn wijze van oppositie voeren. Dat mag. Dat is zijn goed recht. En als wij niet naar de burgers zouden luisteren, meneer Veldmeijer, dan had dit überhaupt als enige geen plek gekregen in ons verkiezingsprogramma. Ik heb het bij u niet gezien. Dus als we het dan hebben over luisteren, dan lust ik er nog wel een paar. Het gaat erom dat wij, en ik zeg het nog maar eens een keer, dit heel snel willen regelen en dat wij dit met u willen regelen. Alleen niet met de motie zoals die nu vormgegeven is. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik vind het gewoon zo laag. En het is de eerste keer dat GBT, u zit nog niet in de coalitie, maar u laat nu al zien aan de oppositie op welke manier u straks beleid gaat voeren. En wat dat betreft is het denk ik heel slecht dat u weliswaar niet de meerderheid van de stemmen heeft, maar wel de meerderheid in het college. Ik vind de manier waarop u dit nu brengt, u zoekt een excuus wat helemaal geen excuus is. De hele oppositie is hiervoor, maar u wilt gewoon met de eer strijken. Zeg dat gewoon. Zeg dat gewoon dat u dit de oppositie niet gunt, dat u hier zelf wel mee wilt scoren. Paters, aan u het voorzitter, woord. Ik zou het op prijs stellen als de heer Veldmeijer mij geen woorden in de mond probeert te leggen. Het gaat helemaal niet om de oppositie wel of niet iets gunnen. Het is een goed voorstel. Het is een goed voorstel dat alleen op een andere manier en op een bredere manier aandacht behoeft, omdat je op andere wijze dit kan realiseren dan alleen maar bijvoorbeeld naar verhuur te kijken. En daar mag u van vinden wat u wil. Ik vind dat helemaal prima. Maar ik laat mij niet aanleunen en ik laat ons niet aanleunen dat wij niet luisteren naar de oppositie. Integendeel, u weet nog helemaal niet waar wij mee komen.
En op basis van dit ene punt hangt u dat daaraan op. Dat mag, maar wij zijn er juist naar op zoek om op een andere manier de komende periode te werk te gaan. En wij hebben daar elkaar bij nodig. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Meneer Paters, u gaat uw eigen woorden en uw eigen inbreng. Ik vind het alleen jammer, toen ik afgelopen dagen deze motie aankondigde, dat u dan niet even contact opgezocht had en zei, nou, dus kunnen we samen iets doen. Ja, ik heb u vandaag nog contact gezocht, omdat ik geen reactie heb gehad. En dan zegt u van, ik dien hem niet van die ding. Ja, en ik zie vanavond wel. Dan had u alsjeblieft gewoon vorige week het contact gezocht, dan hebben we er gezamenlijk uitgekomen. Dan hebben we dit niet hoeven te doen. Ik vind het, nogmaals, ik vind het bijzonder jammer dat u weer meer die stap maakt. Meneer Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. En ik hoor wat de heer Kelder zegt. Ik hoop ook dat ik voldoende duidelijk heb geprobeerd te maken. En ik heb voldoende duidelijk geprobeerd te maken waarom wij de motie zoals die er nu ligt niet zullen steunen. Daar wou ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Smelts van de ChristenUnie. Meneer Smelts, aan u het woord. Ja, ik ga niet elke keer zeggen, heeft u uw pasje ook bij u als u naar de microfoon gaat. Maar ik ga wel aan het eind van deze avond vragen of iedereen zijn pasje voor zich op tafel heeft neergelegd. Anders dan ben ik bang dat iedereen het mee naar huis neemt. Dus dat gaan we wel met elkaar doen. De heer Smelts, aan u het woord. Ja, voorzitter, wij staan hier met een wat dubbel gevoel. In die zin, meneer Paters die heeft net gezegd hoe hij vanuit zijn positie hier tegenaan kijkt. En ja, een coalitie in wording betekent dat we er nog niet zijn. Laat dat ook helder zijn. Maar dat wel constructief en collegiaal proberen te kijken. Ik wil het volgende doen. De insteek, en ik begrijp de reacties van de collega's in de raad heel erg goed. Zeker voor degene die net aan de interruptiemicrofoon hebben gestaan. Er staat wel wat in deze motie die in die zin een beperking oplegt en het gaat over het verhuur. Dat moet ik de heer Paters nageven. Voorzitter, ik wil u vragen om mij de gelegenheid te geven om voordat het in stemming gebracht wordt nog even te spreken met de heer Paters hoe wij deze motie gaan waarderen. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat u vraagt voordat voor of na het college. Na het college, dus na het college dat er dan een schorsing komt. Ja, dat. Ja, dan. Ik ga eens even verder met de ronde, hè? Want dat lijkt me even goed. Anders sla ik weer mensen over. En dan heb ik weer allemaal dingen goed te maken. Heer Veldmeijer, wilt u nog het woord over de motie vreemd? Het hoeft niet, want u heeft ermee ingediend. Heer Kobus, wilt u nog het woord? Heer Reusken ook niet. Dan geef ik het college het woord aan wethouder van Abberma. Die zal reageren namens het college. En daarna gaan we schorsen. Dan ga ik even vragen aan de heer Smelt hoeveel tijd hij nodig heeft. Mevrouw van Abberma, aan u het woord. Voorzitter, dank. Best heel bijzonder dat wij hier nu op dit moment spreken over huisvesting van Stichting Mannen. Dit is al best heel vaak ook aan de orde geweest. Stichting Mannen ook in eerdere jaren, daar waar het ging om subsidiëring van Stichting Mannen. En ik denk ook dat deze raad ook unaniem ook is in haar waardering voor het werk wat Stichting Mannen doet. Namelijk voor de armere mensen van Twenterand. Wat zij al vele jaren doet, dat daar heel veel waardering voor is. En ik denk ook dat deze raad ook ziet dat het best lastig is voor Stichting Mannen om met name het punt van de huisvesting om dat op te lossen. En het is mooi dat de oproep die Mannen eigenlijk al behoorlijk lang doet, hè, ook in de vorige collegeperiode is er regelmatig ook contact geweest met het bestuur van Mannen, ook met deze gemeente, maar ook met mensen van de raad. En dan zie je dat toch een verkiezingsperiode ook goed is voor nieuwe initiatieven, misschien soms wel nieuwe inzichten. En dat leidt tot deze motie vreemd die hier nu ligt. Heel sympathiek wat het college betreft ook zeker, wat ik ook al zei, brede waardering voor het werk van de mensen van Stichting Mannen. Er zijn echter wel een paar punten waar ik namens het college even de vinger bij wil leggen. En dat zit hem in het verhuren wat deze motie vraagt. De heer Smelt die gaf daar terecht ook al aan dat dat inderdaad wel een punt is.
Wij hebben in deze, in de vorige raadsperiode, hebben wij een nota grondbeleid ook aangenomen in deze raad. Grondbeleid 2016-2020. Waarin wij eigenlijk zeggen of afgesproken hebben dat er geen verhuur van gronden en gebouwen meer plaats zal vinden. En we hebben dit ook gezien bij het voormalige schoolgebouw in Westerhaar aan de Marijkenstraat. Ook die is regelmatig aan de orde geweest in deze raad of in de vorige raad. Er is bijzonder veel belangstelling geweest voor het huren van het gebouw aan de Marijkenstraat in Westerhaar. En het college heeft op grond van vastgesteld beleid heeft ze dat afgewezen regelmatig. Omdat wij ook met elkaar afgesproken hadden of we verkopen het gebouw of we doen het niet. Dus dat betekent dat het op dit moment dat staand beleid is. En ik wil u daarbij dus ook wijzen op de precedentwerking die uitgaat van deze motie. Als we dit zo zouden doen. Ja, voorzitter, dat was het eigenlijk wat ik de raad mee wilde geven. De heer Kelder heeft een vraag aan u, wethouder. Dus de heer Kelder loopt nu naar het spreekgestoelte. En wil u een vraag stellen. Heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de wethouder, ik begrijp, en dat begrijp ik ook een beetje de woorden van de heer Paters. En de heer Smelt draait er een beetje mee, maar goed. Het valt in staat met het woordje verhuren. Als we dat nou eens veranderen door verkrijgen, dan hebben we denk ik de hele debakel opgelost. Want dan hebben we alle vrijheid om wat ook, welke oplossing maar aan te dragen. En ik hoop ook, dat doe ik ook even met collega's van de misschien toekomstige coalitie. Want we hebben het hier ook iedere keer over coalitie, maar volgens mij hebben we nog geen coalitie. Maar als we dat woordje verhuren veranderen door verkrijgen, dan denk ik dat in ieder geval die barrière weggevallen is. En ik zou ook dat graag aan de collega's meegeven in het overleg. En ik wil graag een reactie van u. Ja, wethouder, kunt u daarop reageren. Aan u het woord. Ja, voorzitter, uiteraard is het aan de raadsleden zelf om haar afwegingen hierin te maken. Op het moment dat u de woordjes verhuren en huren eruit zou halen, dan past het wel binnen het huidige beleid. En u weet waarschijnlijk ook wel dat er al verschillende overleggen met de ambtenaren ook zijn, om hier ook naar te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus in dat geval zou het college zeggen oordeel raad. Dank u wel. Dan kijk ik even zowel naar de heer Kelder als naar de heer Smelt. Dan denk ik dat er een aantal minuten, en ik denk dat de heer Kelder zijn motie wil aanpassen, begrijp ik. De heer Kelder past de motie aan. En dan schors ik voor 5 minuten, meneer Kelder. Heeft u 5 minuten nodig? Ik heb het niet nodig. Ik heb het schors niet nodig. Nee, maar ik vraag even of u uw motie aanpast. Ja. Dan denk ik dat het wel even keurig in een schorsing moet. Want anders, ik ga niet woordjes hier veranderen bij zo'n belangrijk onderwerp. Dat weet u ook van mij. Dus ik zou willen vragen om een nieuwe tekst, een bijgestelde motie. En dan kan die in tweede termijn aangeboden worden door u aan de raad. Zodat we daarover de goede teksten praten als het in tweede termijn gaat. Dus ik schors tot 10 uur. En dan kijk ik ook naar de heer Smelt. Ik heb geschorst tot 10 uur. Het was een wat lange schorsing, maar goed, u weet, het is soms nodig om lange schorsingen te houden om tot een goed besluit te komen. Daar gaat deze voorzitter altijd voor, zoals u weet. Het CDA heeft de motie vreemd aan de orde huisvesting stichting Mannaar iets aangepast. En omdat het een kleine aanpassing is, ga ik ermee akkoord om dat even voor te lezen. Waarbij er ook een ambtelijke aanpassing gedaan is, zo heet dat. Verzoekt het college de mogelijkheid, het woordje mogelijkheid, en dat is de term, voor het verkrijgen tegen een redelijke prijs, et cetera. En dan aan het eind tevens aan te geven welke andere mogelijkheden aan de stichting kunnen worden aangeboden om voor een redelijke prijs een permanente huisvesting te verkrijgen. Dus 2 keer, 1 keer verhuren en 1 keer huren wordt allebei verkrijgen. Als iedereen dat ook op zijn exemplaar motie 7 heeft veranderd, dan gaan we dat niet opnieuw kopiëren. Duurzame gemeente, soms als het kan voor kleine woordjes.
Dat is zeg maar de motie zoals die voor ligt. Ik kijk nog even of iemand het woord wil. Ik kijk naar het GPT, naar de heer Paters. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Dank aan de handreiking die gedaan is door de indieners van de motie, door de tekstuele wijziging die gedaan is en die nu voorgesteld wordt. Paar dingen daarover. Een redelijke prijs, hè, dat zal dan in de uitvoering zitten. Wat dan redelijk is, daar komen we dan op een later moment over te spreken als er een concreet voorstel op tafel ligt. En wat wij wel mee willen geven is dat door dit aan te nemen, en we zijn het erover eens dat de Stichting Manna een vaste plek verdient, dat we daarmee wellicht ook wel het pad van een president opgaan. En er zijn wellicht wel andere stichtingen die ook een plek zoeken of een vaste plek zoeken. En daarmee laden wij ons op onszelf wel de inspanningsverplichting om daar ook op een andere manier dan wellicht naar te kijken, zo die vraag aan de orde komt. En wellicht kun je in een nieuwe plek voor Manna, die wellicht groter is, kan een andere stichting die daar behoefte aan heeft, daar ook wel onderdak vinden om daar zo ook wat verbinding tussen stichtingen te creëren. Dat gezegd hebbend, voorzitter, kunnen wij met deze aanpassing de motie steunen. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Smelt. Aan u het woord. Ja, voorzitter, toen ik hier commentaar gaf op de motie, ging het met name over het woordje huren. Ik heb het college bewust antwoord laten geven op vanuit beleid hoe we daar tegen aankijken. De aanpassing die nu gemaakt is, die zullen wij steunen. En ook als de motie in stemming wordt gebracht, zullen wij steun verlenen. Dank u wel. Kijk nog of iemand anders het woord wil. Niemand, dan ga ik over tot stemming. Dan vraag ik of iemand een stemverklaring wil afleggen. Of iemand stemming wil. Dan is deze motie huisvestingstichting Manna unaniem aangenomen. Toch even aan het eind van deze raadsvergadering. U heeft gemerkt dat ik best wel strak ben in moties aanhouden, et cetera. Ik denk dat het goed is dat we helder zijn in onze besluitvorming. Dat je altijd met een motie terug kunt komen. Een motie vreemd aan de orde. Dat je ook andere argumenten kunt toepassen. En dat niet iets blijft zweven. Daar gaat mij heel duidelijk om. Om u juist in uw verantwoordelijkheid zo breed mogelijk in te zetten. We zijn gekomen aan het eind van deze raadsvergadering. Ik wil u verzoeken om allemaal uw kaartje op de tafel te laten liggen. Die zullen door de bodes straks na die tijd allemaal opgeborgen worden, zodat volgende keer ook alle kaartjes weer compleet aanwezig zijn en wij niet allerlei kaartjes missen. En dan mist u ook iets als u het woord voert. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Dus kaartjes laten liggen. Ik wens u allemaal nog verder een goede avond en ik sluit deze vergadering.